Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben ze al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van topondernemers als Mark Koeken, Willy Nasus en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Roggen, ik ben zelf ondernemer, zaakvoerder van Document & Print Solutions. En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom terug voor aflevering 15. Onze gast van vandaag is een duizendpoot, is vandaag een jaar officieel zelfstandig. Daar gaan we hem zo dadelijk proficiat mee wensen. Ik moet even aflezen wat hij allemaal doet. Deze man is freelancer voor tv-productiehuis Zodiac. Hij presenteert een eigen radioshow, Staalhart, op de nieuwe radiozender van DPG Media, Willy. Hij werkt als social media copywriter en contentwriter voor een aantal mensen. Ik denk dan vooral aan BV's en privé-klanten. Hij is 50% van de meest succesvolle podcast in Vlaanderen, de podcast met Alex Agnew, Welcome to the AA. En hij geeft cursus podcast voor professionals, voor Sintra, voor professionals en voor privéklanten. Dus je kan begrijpen dat ik mij een beetje voel als een voetballer van Provinciale die vandaag met Messi en Ronaldo tegelijk een wedstrijdje mag spelen. Ik heet hem dan ook heel hartelijk welkom. Bedankt om tijd te maken voor ons. Welkom Andries Bikkers. Dankjewel. Wat een inleiding. Amai. Oh, en je weet, dat is losse pols. Ik doe gewoon, ik schrijf een paar woorden neer en ik probeer het uitgebreid te brengen. Maar wat doe jij ook allemaal? Het is ongelooflijk. Wat van een duizendpoot dat je zei. We gaan er dadelijk verder op ingaan. Andries, los van het feit dat ik op een zo normaal mogelijke en legaal mogelijke manier u heb proberen te stalken om mee te doen, waarvoor dank, kennen wij elkaar eigenlijk niet. Ik ben zeer benieuwd naar hoe jij geëvolueerd bent van werknemer, zelfstandige in bijberoep, naar volledige zelfstandige nu een jaar. Hoe ben jij eigenlijk begonnen? Wat was uw mindset op het moment dat je zei, nu ga ik hier zelfstandig in bijberoep worden, om te beginnen? Ik denk dat ik ben eigenlijk ik ben iemand die heel veel leven veel heeft gedaan. Ik heb eigenlijk een heel groot deel van mijn leven aan muziek gewijd. Okay. Omdat ik dat natuurlijk heel leuk vond, omdat dat iets was dat al van in mijn tienerjaren, eigenlijk al vroeger zelf, is muziek een heel belangrijk deel van mijn leven geweest. En ik heb het geluk gehad dat ik daar heel veel dingen mee heb kunnen doen. Het was altijd wel het hardere genre, maar ik heb heel veel getoerd. Ik heb heel weinig verdiend wel, dat is misschien wel heel belangrijk. Ik heb er heel weinig geld mee verdiend, maar zoals het dan het cliché gaat, ik ben rijk aan ervaringen. Dat is wel echt zo. En dat kun je ook een lange tijd volhouden. Ik heb altijd wel het geluk gehad, ik kom een beetje uit een artistiek gezin, mijn vader was zelf acteur en daarna ook theatermaker, maar heeft ook zelf, denk ik half de 30 een beetje ingezien, dat je ook wel een ander soort inkomen moet hebben. En ik denk dat ik dat onbewust wel wat heb meegekregen. Dus ik ben eigenlijk nooit 100% artiest geweest. Ik heb mijn studies ook altijd afgemaakt, waar ik heel blij om was. Daardoor dat ik altijd, ik zeg niet aan diploma, alles is, maar redelijk makkelijk. In de privé deftige administratieve jobs kon hebben, die voor mij heel belangrijk waren, omdat ik daar, zeker in de job waar ik heel lang bij gewerkt heb, dat ik die vrijheid had om te kunnen toeren. Okay. En dat is ook de enige reden dat ik het zo lang heb kunnen volhouden. En ook de reden dat ik eigenlijk heel laat, als op mijn 39ste, zelfstandig in bijberoep ben geweest. En dat kwam eigenlijk een beetje omdat muziek, ik voelde dat wat op was. Uh-huh. En ik voelde ook dat ik iets nieuws wilde in beleven. Deels ook financieel. Ja. Dat is vaak niet waarschijnlijk niet het meest populaire antwoord of zo, maar bij mij was dat ook wel wat. Ik bedoel, ik heb met de muziek wel, ik had wel auteursrechten, maar toen dat wat minder begon te gaan en ik werkte dan ook al 4/5, dan had ik wel zoiets van, oké, ik zit hier heel hard heel veel dingen te doen. Ik heb vooral voor 1000 bij manier van spreken, maar ik voel, op een bepaald moment kun je zo voelen dat je loon wat te weinig is. Voor mij is geld nooit een drijfveer geweest. Ik heb ook nooit geen geld gehad, maar je voelt zo, op een bepaald moment komt het op een leeftijd en is het iedereen charming anymore. Dat je zo denkt, come on, ik heb hier keiveel dingen gedaan en eigenlijk
ik wil geen Ferrari hebben of zo, dat heeft me nooit geboeid, maar je wilt wel iets anders. En toen dacht ik van ja, die muziek of zo, ofwel moet ik mijn eigen er wat, mijn ziel er wat in gaan verkopen, daar had ik geen zin in. En dan mijn zus is op dat vlak een heel groot voorbeeld geweest, die is 5,5 jaar jonger, maar die is op vlak van ondernemen stond die verder. Okay. Die wel nooit muziek gehad of zo, maar die is sneller, die is in de journalistiek en meer dat copyright gegaan. En op een bepaald moment zei die echt van, waarom begin je niet in bijberoep? Het leuke aan bijberoep, zegt hij, is dat je eigenlijk niet heel veel verkeerd kunt doen. Mm-hmm. En ik denk dat ik dan al 3 jaar ook kan zeggen dat je er eigenlijk niet heel veel verkeerd mee kunt doen. Ik denk dat iedereen dat erin zit, de kosten zijn laag, ja. Het risico is klein, zeker als je niks gaat kopen ofzo. En dat was voor mij is dat een enorme openbaring geweest, ik ben er ook nog altijd dankbaar voor, omdat dat eigenlijk iets was dat in het begin heel weinig vorm had. Dat was meer, ik ben dat in orde gaan brengen. En dan dacht ik, ja, ik ga wat beginnen schrijven, ik heb geen slechte pen, niet overdreven goed, maar... sociale media zat er dan wat bij en dan zei Alex van, hey, bij mij is dat echt een ramp, ik doe dat niet graag. Dus hij zit met me te helpen en dat waren allemaal heel kleine dingetjes. Ja. Maar ik had al wel van mijn zus en zo gehoord, ze zei van, ja, dat begint met iets en je moet eigenlijk gewoon de deur openzetten en dan gaat het wel komen. Ja. En dat klinkt natuurlijk ook enorm naïef en misschien dat dat bij sommige mensen niet gebeurt, wat ik ook wel snap. En bij mij is dat heel traag wel gekomen. Okay. Nee, ook af en toe is wat klantjes dat je denkt, oh, dat is niet zo leuk. Maar ik heb dat allemaal wel aangepakt. En voordat ik tussen was dat eerste jaar voorbij. En had ik wel eigenlijk qua bijverdienen het gevoel van, alright, eigenlijk dat gat dat ik een beetje had gemaakt ja. door altijd zo met de muziek te gaan en 4,50 was ineens opgevuld. En eigenlijk was ik er oké mee. Want ik had ineens wel het loon dat ik dacht, oké, dit is tof. Ik zet mijn eigen baas als iets aan het groeien is. En zo heb ik dat 2 jaar laten sudderen en dat is een beetje meer en meer geworden. En dan is natuurlijk die podcast dat 2e jaar erbij gekomen, wat nooit de bedoeling was, voor alle duidelijkheid, om zo'n impact te hebben op mijn ondernemerschap, om het zo te zeggen. Want dat is het absoluut niet als begonnen. Dat is echt begonnen als iets, wel als veel dingen in mijn leven begonnen zijn, omdat ik het graag deed. Ja. Omdat eigenlijk toen op dat moment wist ik het niet, want ik had het nog nooit niet gedaan, maar omdat ik het graag zag, ja. of graag luisterde. En dat is het een beetje uit de hand gelopen. Eigenlijk alleen maar in positieve zin, omdat dat een beetje de bevestiging was van hey, als je iets wilt doen dat je echt graag doet, ja. en je doet echt vooral je zin. Want dat is een beetje, dat is misschien los van het ondernemen, wat ik heel lang gedaan heb, is ik heb in bands gezeten, waar ik altijd heel veel in deed, maar waar je wel een soort, ja, je zat met een aantal mensen. En met een aantal mensen samenwerken heeft veel voordelen. Er kunnen mooie dingen ontstaan. Maar je komt je eigen soms ook wel tegen. Ja, en ik ja. voelde ook wel dat dat op was. Ja. Ik had even geen zin meer om rekening te houden met iedereen zijn mening. Ik had ook geen zin meer in democratie. Enkel en alleen voor de vriendschap. Mm-hmm. Ik was toch te koppig. Of ik had wel zoiets. Ja, ik kom er naar. Ik moest te veel compromissen sluiten. En dat was ook een van de redenen waarom ik muziek een beetje heb afgesloten. En ik heb eigenlijk al die dingen meegepakt in je podcast. En gewoon gezegd, zo gaat het worden. En ik heb mijn beste maat ervoor gevraagd, omdat ik het nog niet durfde. Uh-huh. Dat ik het alleen ook nog niet durfde. En ik dacht van ja, dat was dan misschien wel een beetje ondernemerschap. Ik ga je veel tijd in steken. Want meestal als ik iets doe, dan doe ik het ook altijd zo goed mogelijk. Ja. En dat ik voelde van ja, ik vrees dat het aan het plafond gaat. Als ik dat alleen ga doen, dat gaat toch niet. En ik had met muziek al wel iets bereikt of zo. Dus ik dat was ook niet dat ik het nog deed, omdat ik het als je gewend bent aan een bepaald soort niveau van degelijkheid, dan is dat moeilijk om dan ineens terug te gaan, wat dan ook hetgeen is dat je doet. Ja. Ja, en de rest is dan een beetje geschiedenis. Maar ja, wat dat vooral voor mij heel veel heeft gedaan, is ten eerste de contacten. Ik denk dat dat in ondernemerschap, zonder dat ik daar eigenlijk ooit cursussen voor gevolgd heb, heb ik wel heel hard gemerkt dat het netwerk, ook geen sexy woord netwerk, nee. Ik associeer het vaak ook wel met opportunisme of zo dergelijke, maar het netwerk en ook de visibiliteit. Okay. Het platform dat je voor jezelf creëert, ja, dat heeft enorm veel deuren geopend. Want natuurlijk, ondertussen was dat bijberoep blijven gaan. Dat ging heel traag, hè, Christophe. Echt niet snel, hè. Maar ik verloor ook zelden een klant. Ja. Dat bleef maar. En als iets heel traag groeit, maar er gaat nooit iets af, komt op een bepaald moment op een punt. Ook mijn dagjob, ja, daar ben ik dan een beetje in verplicht geweest om daarmee te stoppen, omdat heel de boel naar India verhuisde. En... Oké. Okay. Voor de hand liggende reden was Mumbai toch niet zo interessant voor mezelf. Nee. Maar ik heb toen ook gewoon
het beste dat mij toen ook is overkomen, is dat derde jaar van dat zelfstandig in bijberoep, dat ik eigenlijk moest kiezen. Ja. En ik heb toen nog wel één sollicitatie gedaan, zo, omdat ik toch nog schrik had. Dacht, zou ik het nu doen? En want dat sting als je zo... Ik weet niet of jij zelf in bijberoep ooit gewerkt hebt. Nee, ik ben direct volledig zelfstandig geworden en ik had ook wel de schrik, maar soms moeten springen, hè. Het woord is grappig. Je zegt springen, dat is letterlijk wat ik van iedereen hoorde. Maar wat dat bijberoep vaak is, zeker als dat succesvol is, dat is zo... Ja, dat, is te dat wordt op een bepaald moment te succesvol voor in bijberoep. Zo'n boekhouder begint wat te zagen en zo. Allee, op de goede manier. Ja. Maar dat is nog niet wat je dan nodig hebt om volledig te gaan. Hè, daar zit dan toch nog die kloof in. Maar ja, hoe zeg je dat? Op een bepaald moment duwde het lot mij toch echt erin. En op een bepaald moment heel snel, zei ik, zeg, wat zie ik mij zelf wijs te maken? Ja. Je hebt daar geen zin meer in. Nee. Ja, en je wilt ook, gewoon niet doen. En je doet ook in je bijberoep, als je te veel begint te verdienen, ja, dan geeft eigenlijk alles terug af aan de belastingen. Dus dan is het kiezen. Heb het cliënteel en de mogelijkheden en opportuniteiten om naar zelfstandigheid door te groeien zonder een al te grote sprong te nemen, dus zonder te groot risico. Dat zal dan geweest zijn. Of niet. En gaat dan gewoon je dagjob terug doen. Hè. Dus dat was het kantelpunt waarop dat je stond waarschijnlijk. Ja, dat is exact. Het was ook altijd, dat zei een boekhouder ook, zegt van ja, je kunt ook altijd terug. Hè. Ja. Bedoel, er was genoeg basis, niet genoeg basis om te zeggen, wauw, dit is het leven dat je wilt leiden, nee. Maar wel genoeg basis om het risico te pakken. Hè, want dat is ook nog iets. Ik dacht, het was niet... Ik kon er aan beginnen. En daar had ik natuurlijk ook wel 2,5 jaar hard voor gewerkt. En, maar ja, op dat moment voelde ik toch ook wel die twijfel. En dat herken ik bij iedereen waar je erover praat. Je zegt net hetzelfde. Ja, je denkt wel ineens van, ja, er is precies geen weg terug of zo. Uh-huh. Maar ik heb dat dan toch gedaan, eigenlijk omdat ik dat ook wist. Ik had dat ook onmiddellijk beslist. Okay. En dan, ja, dan heb je natuurlijk dat moment dat je begint, en dat is niet lang, maar dat is dan zo een paar dagen, dat je dan natuurlijk denkt, oké, hier zitten we nu. En je blijft maar verder gaan. En dan gelukkig, ja, dan voel je toch ineens van, ja, dat dat je ding is. En ja, een maand later heb ik dan nog iets aangepakt. Uh-huh. He, dat was aan tv-werk dat ineens er dan bij kwam. En dan, ja, dan voelde ik ineens van, die basis wordt dan ineens veel groter. En dan weten van, ja, dit is eigenlijk wat ik wilde doen. Oké. Okay. Mag ik vragen? En, dat weet ik nog niet. Ik wil dit niet minimaliseren. Ik wil dit niet... pas op, ik wil dat niet... Ja, oké. Ik ga het gewoon zeggen zoals het is. Jij zit de podcastgod van België. Jij benieuwd. Jij zit de podcastgod van België. Nee. Jawel. Jawel, want je hebt het programma met, laten we zeggen, ja, aan een top. Bijna het meeste luisteraars neem ik aan, want zo wordt een top bepaald. Is het daaruit voortgaande dat al uw volgende opportuniteiten gekomen zijn, waar dat uw zelfstandigheid ook verbreed is naar verschillende takken? Of was dat daarvoor al? Maar ik had wel zo... Ik zeg, mijn zus was op dat vlak een guru, of in ieder geval iemand die zei, ja, ik heb ook foutjes gemaakt. Maar wat die deed, en dat past ook wel een beetje in ons karakter, die zat ook al op verschillende dingen te doen. Die schreef veel, is een culinair journaliste. Die had ook al boeken geschreven, maar die zei ook van, ja, ik heb onlangs ook een voice-over geschreven. Ze zei, ja, je gaat ook wel merken dat creativiteit, je mag je ook niet beperken tot iets. Soms moet je ook gewoon springen binnenin je ding. Mm-hmm. Als je bepaalde dingen gedaan hebt, ja... Je hebt een bepaald soort creativiteit, je hebt vooral ook een wilskracht, je hebt vooral ook een soort drive om het te doen. Ja. Gaat er ook gewoon voor. Je gaat ook moeten loslaten dat niet iedereen kan... Je kunt niet altijd van alles onmiddellijk iets weten, maar omdat je die mindset hebt, kun je wel veel dingen tot een goede einde brengen. En dat zijn wel dingen dat je heel snel door hebt van, oké, ja, ik bedoel, het is niet dat je ineens... Ja, je gaat niet ineens in een nucleaire plant werken of zo. Ja, daar die kennis niet. Maar binnen je ding begin je wel te merken van, oh ja, er zijn wel veel dingen. Communicatie is hetgeen dat je doet, je schrijft dingen. Je kunt dingen geregeld krijgen. En dat is iets dat ik heel snel door had. Ook als ik jonger was en dat ik in band zat. Ik ben altijd iemand geweest dat ik dingen geregeld krijg. Ja, oké. Iemand die ervoor gaat. Dingen geregeld... Ja, niet alleen dat, maar ook dingen geregeld krijgen. Het geeft mij een project, zelfs iets waar ik niks over weet. Ik zal dan wel zorgen dat het geregeld... Getting shit done is iets dat ik wel snel merkte vroeger al. Dat is iets dat je moet leren. Ik heb ook niet eerlijk gezegd... Ik heb 20 jaar in bands gezeten. Dat waren punk en hardcore bands. Dat waren fantastische dingen. Maar dat zijn kleine tours. Dat zijn tours waar heel weinig geld is. Je moet creatief zijn. Je moet echt zelf je plan trekken. En dat is de beste leerschool dat ik gehad heb. Ik zeg dat ook altijd...
ik begrijp dat niet iedereen fan is van bepaalde soorten muziekstijlen, maar ik zal het dan breder trekken. Een underground cultuur, hè, als je in zoiets zit, ja, dat is de beste leerschool dat je kunt hebben, omdat je natuurlijk leert om van één ding twee dingen te maken, om met één ding veel verder toe te komen dan wat je met anders kan doen. Je bent op een bepaald moment creatiever omdat je het ook moet zijn. En dat, eigenlijk al die ervaringen kwamen heel snel een aantal jaar geleden terug, dat ik dacht, ja, hier worden projectmanagers zwaar betaald om shit te regelen. Oké, ja, dat zijn misschien soms andere dingen. Dingen die op papier misschien wel meer geld achter staan of die chiquer zijn, maar het basisprincipe is wel wat. En dat soort dingen begon ik wel te merken van, oké, ja, ik begin hier die podcast. En ik ben nooit iemand geweest die... Ik ben zeker niet bescheiden. Ik ben zeker ook niet vals bescheiden. Dat zie je maar ik ben nooit... maar ik ben ook nooit overmoedig geweest. Nee. Ik vind nee. Overmoed vind ik een vreselijke eigenschap. Ja. Ik vind vals bescheiden ook een vreselijke eigenschap, maar overmoedig ook. Ja. En dat allemaal samengebracht, had ik wel zoiets na heel snel met die podcast, dat ik voelde ook dat YouTube-gedeelte, dat ik er absoluut bij wou. Ook Alex zien groeien en ook gevoeld dat ook met twee van, dat is een fantastisch gevoel, hè, als iets begint te gaan, dat is geweldig. En je hebt ook zoiets, die begonnen echt cijfers te krijgen, begonnen ook mensen uit de sector dingen te vragen, van zeg, hoe doe je dat? En je voelt ineens heb je ook dat zelfvertrouwen, dat je denkt, hey, wat we altijd lachend zeggen, twee debielen op een zolder, ja, dat is natuurlijk niet meer. Je hebt iets gemaakt en je... En zelfvertrouwen ook wel essentieel is, on a roll zijn, een momentum hebben en proberen met een klein beetje je ogen te gebruiken. En zeker, wat ik kan nog eens zeggen, niet overmoedig zijn, maar ook niet je eigen wegcijferen. En ik denk, als je dat evenwicht vindt, en dat komt natuurlijk ook wel, als ik 20 had geweest, had het misschien anders geweest. Uh-huh. Dan heb je weer andere eigenschappen, denk ik. Maar als je zo rond je 40ste bent, en je zit wel redelijk goed in het leven, allee, als in emotioneel, dan... Kun je soms dingen ook wel van op afstand wat gemakkelijker kijken en kun je ook sneller schakelen of zo. Toevallig, je zegt nu, als je 20 bent, is dat allemaal anders. Je bent 42, als ik me niet vergis. Heel toevallig, hoor ik vandaag op een andere podcast, dat de ondernemers op hun top zijn op 42. Heb je dat gevoel voor u ook? Ja, dat klinkt nu wel alsof dat dan vanaf nu voorbij is. Ik ben aan het nu. Het klinkt niet onaannemelijk. Ik denk dat het gewoon dat je het breder kunt trekken als ondernemers. Ik heb zeker ook niet de pretentie om te zeggen dat ik een ondernemer ben. Ik heb wel de pretentie om te zeggen dat ik een doener ben. Uh-huh. Een maar ondernemer ik, dus, hè? Ik heb, ja, maar ondernemen. Dat is waar. Maar ik heb te veel dingen in mijn leven gedaan waar ik heel weinig voor gekregen heb. Wat ik niet erg vind, hè. Dat is geen klaag, dat is geen gezaag. Maar ik voel ook wel dat je hebt mensen die echt letterlijk geeft die iets en die worden daar rijk mee. Ja. Je hebt mensen hè, die de echte de kunst, een goede verkoper of iemand die op wordt. Dat is niet mijn interesseveld. Okay. Ik bedoel, als je natuurlijk veel dingen doet, dan krijg je op een bepaalde manier komen er ook wel andere inkomsten binnen. Maar ik maximaliseer zeker niet alles. Waarom niet? Ja, en ik denk ook dat ik in bepaalde vlakken ook niet zo sterk ben. Je hebt mensen die echt heel goed zijn in het onderste uit de kan halen. Okay. Dat is een kunst. En ik heb daar zeker heel veel respect voor. Mensen die altijd in elk ding dat ze doen, dat monetair kunnen omzetten. Ik ben er op een bepaalde manier ook wel jaloers voor. Maar aan de andere kant denk je dan ook weer van, ofwel heb ik het niet, ofwel vind ik het dan toch niet leuk genoeg om mijn eigen er specifiek aan te zetten. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik wil mij vooral wel... amuseren. En dat is hetgeen dat ik wel heb op mijn 42ste. Ik heb heel zelden in mijn leven iets tegen mijn zin gedaan. Ja. Eigenlijk nooit. Zelfs de jobs dat ik deed ik eigenlijk altijd graag. Maar nu kan ik wel zeggen dat, bij manier van spreken, quasi alles wat ik doe, dat ik dat op een of andere manier wel leuk vind. En dat vind ik wel heel plezant. En misschien moest ik daar dan toch 42 voor zijn geworden, om daar helemaal mee in het reinen te komen ofzo. Ja, je hebt ook de levenservaring. Je hebt alles al, je hebt al heel veel gezien en meegemaakt. Het was Diablo Boulevard, voor de mensen die nu aan het denken zijn van waar ken ik Andries Bekkers. Dat was de gitarist. Hè. Ik begrijp dat wel. Wat jij nu vooral wilt doen, is je amuseren, maar daar ook naar verloond worden. Niet meer alleen maar je amuseren. Hè. Daar ook nog van kunnen leven uiteindelijk. Vraag me dan af, hoe ziet je gemiddelde dag eruit? Is daar iets dat je een lijn kunt intrekken? Of is dat echt elke dag iets anders, wat het amuseren ook in stand houdt? Omdat je geen verveling krijgt?
Maar ik denk dat het zelfstandig zijn, want ik ben eigenlijk een relatief jonge zelfstandige. Hè. Ik ontdek ook nog heel veel, ook de negatieve dingen. Ik ben nu die kerel hè, die zo zegt, hey, hoeveel is BTW? Zo, dat, hoeveel, amai, hoeveel kost een boekhouder? Dat ben ik nu. Hè. Ai, nu heb ik het bijna allemaal gehad. Maar zo, dat soort dingen dat iedereen zegt, ja, ik weet het, ik weet het. Hè. Dat zo, ja. Ik ben nu de die. Wat natuurlijk al funny is. Wat ook leuk is, dat je natuurlijk ook vrienden hebt die dat al langer doen, die je kunnen zeggen, hè, want ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt natuurlijk nogal wat zelfstandigen in je omgeving en dat is wel tof. Dat vind ik wel leuk. Je hebt ook wel die raad van andere mensen nodig ofzo. Uh-huh. Moet zien een dag bij mij eruit. Je ziet er op bepaalde dagen zijn heel routineus. Maar omdat het niet elke dag is, beschouw ik het niet als een routine. Je hebt ook wel structuur nodig. Hey, podcasten is daar bijvoorbeeld iets van. Zeker de dingen die je niet alleen doet. En, want bijvoorbeeld, dat vind ik wel. Ik ben heel blij dat ik zelfstandige ben. Ik vind dat fantastisch. Ook het leukste eigenlijk aan zelfstandige vind ik voorlopig dat alles kan. Uh-huh. Het hoeft niet, maar het kan. Vind ik geweldig als er een mail binnenkomt. Hey, heb je misschien zin om dit te doen? Als je in een 9-to-5 zit of onder een werkgever werkt, waar dat heel veel goede dingen over te zeggen zijn, laat dat duidelijk zijn. Ja, dan begint vaak te denken van, ja, het gaat niet. He, want, en dat hoef ik niet meer te doen. Dat vind ik al heel, heel leuk. En voor de rest, ja, heb ik wel gemerkt dat ik heb heel lang een bureaujob gehad. Ik heb echt letterlijk in een cubicle gezeten. Met heel toffe collega's. En ik weet, zeker in het begin, de eerste maand dat ik zelfstandig was, dan had ik eigenlijk maar, ik zal zeggen, een part-time volledig zelf. 2,5 dag eigenlijk, bij manier van spreken, kon factureren. Echt bezig was, maar de rest nog niet. Hè, wat een beetje typisch is aan die bijberoep. En dat was op zich oké, want op zich, dat was niet het probleem. Maar ik merkte wel dat ik het kantoorleven, dat ik dat een beetje miste. Ja, dat je eigenlijk en dat ik nooit aan mezelf gedacht. Ja, je voelde je eenzaam. Ja, die eenzaamheid, daar schrok ik wel van. Ja, nee, dat is normaal. De ruis dat je op je werk ervaart, is eigenlijk een heel aangename ruis. Als je alleen zit en je beseft dat. Ja, inderdaad. Ik vond dat. Ik heb het geluk gehad, zeker. Een job waar ik 13 jaar gezeten heb. Eigenlijk, ik had een vrouwelijke chef. Ja, waar je natuurlijk. Ja, je zit daarnaast, dus je deelt dan lief en leed, gelijk dat je zegt. Ja, je miste dat ook wel op den duur of zo. Van, omdat je komt ook met die. Ja, je ziet. Collega's is heel raar, hè? Dat is zo. Dat zijn mensen die je op bepaalde manier. Op bepaalde periode in hun leven. Kennen die vaak het beste. Ja. En dan zijn ze daar weg. En dan is dat ook. Complete oppervlakkigheid, bij manier van spreken. Is af en toe eens een berichtje, maar dat is heel raar. Er zit een heel uniek gegeven op relationeel vlak. Maar ik miste dat wel, zo van, hoe is het met uw tante, hoe is het met die kinderen en zo. En nu heb ik het geluk gehad dat ik, nu wat ik nu doe, is een beetje een combinatie, waar ik toch eigenlijk minstens één dag op een kantoor zit, iets compleet anders dan in een tv of zo, maar dat is wel een, ik zit op de creatieve en de ideecel bij Zodiac, wat heel toffe binden is. Maar dat is dat is nog wel dat is een kantoor echt. Ik bedoel, dat is echt met bureaus en met vergaderingen. En ik vind dat wel fijn. Wil ik dat nog 5 dagen per week hebben of 7 op 7? Nee, dat zal ik niet zeggen. Maar zo af en toe, die structuur van ergens binnen te komen, te badgen, koffietje te drinken, bij manier van spreken, om het nu cliché te zeggen, dat menselijk contact, daar ben ik nu wel blij omdat dat in evenwicht is. En wat doe je dan juist daar? Wel, ik zit eigenlijk op de departement dat mee programma's ontwikkelt. Oké, wat al mee ontwikkeld? Ja. Wel, ik heb nog niet zo heel veel ontwikkeld. Ik heb een aantal, dat ik er ook nog maar van begin dit jaar werk. En natuurlijk met de corona was het wat minder. Maar ik heb een aantal, dat is vooral pitch. Hè. Dat is eigenlijk heel veel dagen ideeën worden gemaakt, moeten dan zinders verkocht worden. Okay. Ik heb een aantal projecten waar ik natuurlijk wel op gewerkt heb, die ze nu aan het proberen aan de man te sluiten zijn. Dat is een beetje wel de tv-wereld. Dat heb ik ook wel trouwens moeten leren. Een goed voorbeeld wel van een sector waarin... ik ben iemand... Zeker als je zo'n beetje een DIY-mentaliteit had vroeger. Veel mensen zullen dat wel kennen. Is je doet iets en je ziet resultaat. Ja. Dat is hoe dat vaak het werkt. Ja, als ik nu dit en dit doe, dan zal er dit en dit gebeuren. Ja. Met podcasting is dat bijvoorbeeld. Hey, ik had wel een plan... ik ken alles op dat vlak 200 op 1 buik. Je hebt zoiets, oké, we gaan dat zo en zo doen en dan gaat dat zo en zo gebeuren. Dat zo succesvol wordt, dat heb je niet in de hand. Maar je weet wel van, je ziet hier geen onnozel dingen aan doen, dat heeft een waarde, dat heeft een plaats. De tv is dat niet. Okay. De tv is eigenlijk gemaakt heel veel dingen. En dan hangt het een beetje af van,
Ja, tv is echt heel veel, ja, hoe zal ik het zeggen, er wordt heel veel aangebracht. Gooi op een hoop en wordt, ja, er wordt naar de zenders, heel veel aan de zenders aangebracht en slechts een klein deel daarvan komt effectief op tv. Nu, dat is ook iets dat iemand niet, ja, niet erg is, dat is, hoort er een beetje bij, maar dat was voor mij bijvoorbeeld wel aanpassen. Ja, voor mij is dat, maar ik vind het ook wel boeiend of zo. Dat is ook wat de uitdaging is. Het is een sector. Ik heb denk ik gelukkig dat ik bij een heel tof productiehuis zit, dat zichzelf ook relativeert. Het is een wereld waarin dat wel eens gezegd wordt, dat wel iets wat gezweefd wordt, maar dat is daar dus niet. Heel boeiend, ook creatief zijn en ervoor betaald worden, is wel heel tof. En zeker ook op de leeftijd waar je nu zit, dat je dingen kunt relativeren, ja, is dat wel heel tof. En het zorgt zeker voor structuur. Voilà. En daarnaast krijg je dan een paar maanden geleden de aanbieding om bij de vrij jonge zender ook, Willy Internet Radio, die toch wel ook enorm veel bereik krijgt ineens, om daar ook een programma te maken. Zeg je dan gewoon, ja, ik ga ervoor gaan. We zien wel, ik gooi mij erin en het komt altijd goed als ik mij erin smijt. Dat is het antwoord op de vraag. Exact. Okay, volgende. Woord voor woord. Spendeer dat, nee, dat vraag ik me dan af. Spendeer ook veel tijd om die voorbereiding te doen? Want ik zag onlangs uw playlist op Instagram verschijnen. Ik dacht, amai, je dat allemaal elke keer creatief moet gaan uitzoeken wie dat je gaat draaien. Het is ook niet Samson en Geert dat je draait. Ja. Het zijn allemaal specifieke harde nummers. Is dat... Ja, op de eerste vraag, inderdaad. Ja, ik zeg heel vaak ja. Ik heb een van de redenen dat ik veel gedaan heb, ik heb in heel veel bands ook gezeten, dat zeggen van, ja, we hebben niemand nodig voor op tour, we hebben geen zin om mee te gaan. Ja, ik heb in mijn leven heel veel ja gezegd. Ik ben iemand die heel hard kiest op vlak van buikgevoel. Ik heb heel snel in mijn leven doorgehad dat voor mij is het leven dingen meemaken. Het ergste wat mij zou kunnen overkomen, is dat je letterlijk op je sterfbed ligt en dat je denkt, fuck, ik heb er niet alles uitgehaald wat erin zit. Okay. Wat dat ook mag zijn, hè. Dat gaat niet over... Ik ben niet zozeer geobsedeerd door wat de verwezenlijkingen zijn, maar zo... Ja, ik heb al die nieuwsgierigheid. Voor mij een pure rat race. Het verantwoordelijkheidszin vind ik heel waardevol, maar als het is omdat je schrik hebt voor de veiligheid of zo, dan haak ik af. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel dingen heb gedaan. Heel veel plaatsen ben geweest. En ik heb altijd, en ik denk dat veel mensen dat hebben, stel ze vragen nu iets en je weet dat dat zottekes is. Uiteindelijk, je hebt twee dingen. Je hebt je ratio, dat begint na te denken. Van ja, kan ik je dat wel? Ja, nee, natuurlijk kunnen we dat niet. 90% van de dingen dat ze aan je vragen, kunnen eigenlijk niet. Nee. Zeggen een boekhouder zijn en ze zeggen, jullie gaan mijn boekhouding doen. Dan is de kans groot dat je het kunt. Maar in veel andere gevallen is het altijd iets dat je denkt, fuck, als ik heel eerlijk ben, heb ik het eigenlijk nog nooit echt zo gedaan. Maar dan is er wel een buik die zegt, wauw, dat is wel cool, ik zou dat wel heel graag doen. En dan heb ik heel snel geleerd, als een buik zo hard zegt, ik wil dit doen, zegt hij gewoon ja. Oké. Okay. En dan heb je me gezorgd dat ik redelijk... Is er al eens heel hard mee op hun bek gegaan ook? Nee. Oké. Okay. Misschien is dat het probleem. Nee. Ik ben content voor u. Dat is teken dat de keuzes qua buikgevoel ook goed zitten. Ja. Ja, ik heb ooit nee gezegd tegen dingen. Er zijn ook dingen waar ik zeg, ja, sorry, maar dit kan ik echt niet. Ja. Maar als ik voel dat het wel erin zit... Ik heb ook altijd een soort autodidactische skill door een beetje... Ja, natuurlijk... Want dit klinkt heel romantisch en zo van, ja, het zal allemaal wel. Maar natuurlijk, je doet wel een selectie, ook een beetje in hoe dat je eigen profileert. Hè. Het is niet dat er ineens iemand tegen mij kwam, hey, iets technisch of iets mechanisch. Daar heb ik totaal geen voeling mee. Die vraag krijg ik ook niet, hè. Maar dat zijn vaak vragen die een beetje passen in wat je kunt. En dan merk ik wel om vrienden, bijvoorbeeld sommige vrienden die vaak nee zijn en achteraf spijt van hebben. Dat heb ik nooit gehad. Ja. Dus toen ze bij Willy vroegen van, ja, zie je dat zitten om te doen? Dan wist ik, oké, ik heb dit eigenlijk nog nooit niet gedaan. Ik snapte ook waarom dat ze het vroegen. Zeker omdat ik wel in hun profiel paste. Ja. En profielen zoals die van mij zijn eigenlijk, zijn er niet zo heel veel. Je hebt heel veel bekende mensen en je hebt heel veel onbekende mensen. Maar je hebt eigenlijk niet zo heel veel mensen die eigenlijk meer onbekend zijn dan bekend. Maar toch juist niet onbekend genoeg. Ja. En zo dat is waar je... Mensen die vaak een bel doen rinkelen, dat is voor zo'n zender ideaal. Klopt. Omdat dat natuurlijk... Dat past. Dus ik wist ook wel van, alright, dit klopt wel, dit voelt juist. Langs de andere kant dacht ik wel, oké, je bent hier al heel lang sidekick geweest, je hebt een vrije rol daarin.
ik weet dat je een belangrijke rol daarin hebt, maar ik moet dat niet 100% dragen. Hè? Mm-hmm. Dat is ook de verdienste van Alex, dat is ook zijn job daarin. Nu moest ik dat wel doen. Dat was de allereerste keer in mijn leven dat ik iets helemaal alleen ging doen. En dat was voor mij wel symbolisch sterker dan wat dat was. Van, oké, ik heb in bands gezeten, heb ik goede dingen mee gedaan, toffe dingen mee gedaan. Ik heb een podcast al met twee, maar dit is een allereerste keer dat ik eigenlijk iets creatief doe van betekenis waar alleen mijn naam op staat. Ja. En dat vond ik dan weer heel spannend. Natuurlijk dacht ik ook bij mezelf radio maken, want radio maken vandaag de dag, Christophe, dat is, dus de meeste niet weten inderdaad, een DPG-zender, dat is letterlijk, en met letterlijk bedoel ik ook letterlijk, dezelfde werkvloer als Joe en Q-Music. Die zitten allemaal naast één, zeker? Ja, dezelfde studio, dat is echt letterlijk in de VTM-gebouwen, de medialaan. Dat zijn topstudio's, daar zitten mensen die dat wel doen, hè. Ik moet zeggen dat veel van de dingen die ik daar ook... Het heel belangrijk is natuurlijk, je wordt uitgenodigd voor zoiets, het gesprek. Het gesprek dat je dan te horen krijgt, bepaalt natuurlijk wel je keuze. En ik moet zeggen, dat was... het prachtige woord in carte blanche, dat is... Ik vind het een geweldig woord, carte blanche. Ja. Niet omdat ik niet graag regels heb of zo, niet omdat ik geen gezag aan kan, maar ik vind als je iets... Als je, hoe zeg je dat? Ik vind dat dat altijd een beetje in het voordeel spreekt van degene dat dat aanvraagt. Want dat wil zeggen dat je huiswerk gedaan hebt. Dat wil zeggen dat je weet wie dat er voor u zit. Ja. Dat wil ook zeggen dat je er vertrouwen in hebt. En als je dat aan mij geeft, dan zal ik je er ook alles aan doen om dat niet te beschadigen. En dat wil dus ook zeggen, toen ik zei van ja, radio maken, want dat moet je tegenwoordig vandaag zelf doen. Dus niet iedereen weet dat. Ik denk dat ze enkel op Radio 1 nog eigen technieken hebben. Dat ze daar echt nog mee een ambtenarenstatuut zitten bij de VRT. Maar eigenlijk veel dingen, ik denk, Stu Bru weet ik het niet van buiten, maar heel veel van de grote zenders, dat is niet meer met een aparte assistent die eigenlijk uw radio maakt. Ah, oké. Echt letterlijk de schuiven. Nee. Ja. Dus vandaag doet eigenlijk de DJ quasi alles. De software is ook veranderd, je programmeert dat en zo, maar het is geen rocket science, maar als je het nog nooit niet gedaan hebt, en er komt nog eens bij dat je in moet presenteren, en je moet het samenstellen... Ja, dat zijn drie geen onmogelijke opdrachten, maar als je ze samen live in één take zonder fouten moet doen, ja, dan worden veel dingen moeilijker. Dus ik had ook wel direct door van, ja, dit is niet evident. Zeker omdat, ja, die sfeer is er fantastisch, maar ze verwachten natuurlijk ook wel dat je... Ja, je moet daar mee kunnen met de Wim Oosterlings, de Marcel van Tilt, Sofie Engelen, Annelies Orie, allemaal mensen die dat heel lang doen, de Nieuwijn. Ja, en dan zitten daar, Luc Jansen zit er zelf, dat zijn wel iconen. Ja, wat doe ik dan? En dat is misschien wel iets dat ik altijd gehad heb. Dan zeg ik, oké, ik ga dat doen. Keigoed. Ja, en dan begin ik. En het eerste wat ik gedaan heb, is ik ben begin september on-air gegaan. Ja, ik heb mij... Ik word daarvoor betaald. En zeker zelfs niet slecht voor betaald. Dat is heel, heel, heel fair. Dat klopt perfect. Uh-huh. Maar ik ben daar wel 3 weken... Uiteraard volledig op eigen kost. Heb ik daar niet gewoond, maar heel veel naartoe geweest. Ik had die studio en ik heb geoefend. Oké. Geoefend. Ik heb feedback gevraagd. Ik heb thuisproefopnames gemaakt. Ik heb ook gezegd, zeg het allemaal wat er verkeerd is. En er was best wel wat verkeerd. Mm-hmm. Maar ik heb wel gemerkt van ja, als je iets doet, zet dan voorbereid. Oké. En ja... Zo doe ik het veel. En dan wordt dat springen een pak minder erg. Dat snap ik. Zo... Dat is ook wel een heel groot verschil met andere mensen. Ik neem mijn eigen als voorbeeld. 3 weken voorbereiden, oefenen, opnieuw, try-out. Dat is 3 weken. Sommigen zouden dat 2 dagen, 3 dagen, een week doen, totdat ze denken, ja, dat zit wel vrij goed. En we passen het wel aan, gaandeweg. Dus jij hebt wel die focus om echt je 3 weken af te sluiten en ervoor te gaan, om dan een fantastisch eindproduct af te leveren. Dat heeft niet iedereen, zo. Nee, dat schijnt zo. En dat is ook hetgeen dat je zegt, dat je die bescheidenheid begint ook achterwege te laten. Omdat, ik vind als je ouder wordt, leuk is dan ouder worden, is van de weinige dingen. Ik heb een van de... Ik denk dat iedereen wel... Ik geloof dat iedereen heeft kwaliteit en iedereen heeft talenten. Ik heb er veel niet. Maar wat ik altijd wel gehad heb, is zelfkennis. En ook een beetje mensen kunnen lezen en vooral ook situaties kunnen inschatten. Ja. Ik begrijp, soms kun je een job niet goed doen, omdat je het gewoon niet kunt, omdat het te hoog gegrepen is. Ik vind er ook niks mis mee. En dan kun je het blijven proberen en blijven doen en denken van, ja, zolang dat ze er niks van zeggen, ja. Goed, dan is het zo. We zien wel wat er gebeurt. Maar ik vind het altijd raar als iemand uit de lucht komt vallen dat een bijvoorbeeld voor een bepaalde job ontslagen wordt.
En heb ik het niet over een of andere technische afvloeiing, waarbij dat is een soort of audit. Maar als iemand echt zegt, je hebt verwittingen. En om wat ligt dat? Ik denk altijd, ja, je komt binnen op zo'n zender. We zullen Willy pakken. Je ziet wie dat daar zit. Niemand verwacht dat ik van de ene dag op de andere ineens hetzelfde, dezelfde, dat ik ineens Eiko Duister ben. Nee. Dat verwacht niemand. Dat kan niet. Maar je kunt wel op een werkomgeving komen en denken van, ja, je gaat wel moeten bijtrainen. Je gaat wel moeten geven om proberen in wat jij doet, om op zijn minst dat verschil zo klein mogelijk te maken. Ja. Want dat is met alles zo. Het verschil aan de top is redelijk klein. Je kunt heel gemakkelijk het basisniveau halen, is niet onmogelijk. Ja. Maar dan moet je wel vertrainen. En je voelde ook wel mee dat ik dat toen, voelde ook wel dat enthousiasme ook van die equipe, van dat management. Dat, ja, je zet mensen voor. Hè. Je zet ze voor van, ja, laat die maar doen. Juist. Nu, je spreekt er straks over netwerk, dat is een beetje opportunisme. Hè? Dat is een beetje de mensen rondom u verzamelen. En dat is een heel lelijk woord voor u. Maar uiteindelijk, alles wat je doet en gedaan hebt, spreekt wel een voordeel uit het netwerk dat je hebt. Hè? Absoluut. Ja, en vooral ook natuurlijk omdat je bouwt dat platform uit. Ik heb op een bepaald moment ook echt... Ja, een beetje beslist klinkt onnozel, maar ja, die eerste afleveringen, ja, was je ook nog met de techniek bezig. Moeten wij ook een beetje zetten, denk ik ook veel stiller. Na een tijd begin ook te zeggen van, ja, vind dit eigenlijk, ik heb dit gedaan dat ik dat leuk vind. Je begint mee te praten op een duur. Ja, Alex zegt dat ook altijd zelf. Je hebt het ook gewoon gepakt. Ja, je hebt ook je plaats daar genomen. Siert Alex ook dat hem daar ook nooit een probleem van heeft gemaakt. Om verschillende redenen, maar ook omdat het natuurlijk is gekomen. Ja. En dat ook het leven is. Je moet ook soms gewoon je plaats nemen. En dat heb ik ook moeten leren. Zo. Ik denk dat ik vroeger soms ook wel gewoon een beetje soms te weinig geclaimd heb. Okay. Dat je soms denkt, ja, als je altijd claimt, dan zit ook de die. Zo. Dat is ook altijd iets. Maar soms, het is een dunne lijn waar je op moet wandelen. Ja. Maar ik voelde wel bijvoorbeeld met je podcast, voelde ik wel zo van, ja, oké, dit is ook iets. Ja, hier mogen dat wel doen. En dat heeft enorm veel deuren geopend. Natuurlijk bij Willy, omdat je natuurlijk ook, ja, je wordt ook een persoonlijkheid. Dat is ook zo. De wereld is inderdaad geen ponycamp. En er wordt natuurlijk, je gaat niet, dat is met iedereen die iemand, je neemt iemand aan op basis van, je doet dat echt letterlijk niet voor iemand zijn schoon oog. Dus ik wist ook wel van, ja, je voelt ook wel je profiel, wat nog zo'n belachelijk woord is. Je voelt dat natuurlijk ook wel een beetje stijgen. Ja. En je voelt ook van, oké, ja, er gaan deuren open. En het leuke eraan is, als je dan zo, en dat is hetgeen waarom ik zo blij ben waar ik nu zit, dat waren allemaal deuren waarvan ik blij was dat ze open gingen. Zo'n Willy, als dat open gaat, dan denk ik, ja, hier zit niks in dat niet strookt met wat ik tof vind. Uh-huh. Hey, dat het dan ook nog eens mijn muziek is, of de muziek waar ik altijd graag naar geluisterd heb, of nog altijd graag naar luister, ja, dat is een meevaller, maar ook gewoon die sfeer. Dat is een nieuw project. Je kunt groeien. Ik bedoel, mensen als Wim Oosterlink zitten naast mij, die zijn super vriendelijk. Waarom? Die behandelen je met respect. Maar je vraagt er ook al. Je laat ook zien van, ja, hallo, dat is Radio Royalty hier. Je moet ook een beetje een wereld kennen, dat ook aanvoelen. En ook de mensen, je wordt tof begeleid. En dat is super, hè, als je in zoiets zit. Het is geven en nemen, hè, met alles zo. Ja. Maar en je moet inderdaad zo dat evenwicht vinden tussen zelfvertrouwen, maar ook leergierigheid. Ja. En je plek kennen, zonder dat je een of andere walkover bent, want dat ben ik uiteraard ook niet. Want je hebt natuurlijk die personality nodig, want je front wel iets. Hè. Ja. Je gaat, als je zegt, ja, je hebt een ego, natuurlijk heb je een ego. Anders kun je dat gewoon niet doen. Ja. Je moet er dus eerlijk zijn, op het moment, met podcasten is dat ook, hè. Je doet het nu ook. Ja, je vindt je eigen toch belangrijk genoeg. Ja, absoluut. Andries, je gaat mij nooit van valse bescheidenheid kunnen beschuldigen. Je moet gewoon zien dat je de grens met de arrogantie niet overschrijdt. Daar loopt het soms mis bij mij. Ik merk in jullie podcast, inderdaad, ik heb alles al beluisterd tot nu toe, hoe enorm dat uw aanwezigheid gegroeid is. In het tussenkomen. Het is meer, we doen nog altijd technische, maar ook, eigenlijk zijn mij de frontman geworden samen met Alex. Ik vind dat jij ook een ongelooflijk wijze man bent. Wat jij daar soms uitspuit qua wijsheden, dat vind ik heel indrukwekkend soms. Is dat kennis dat je hebt opgedaan tijdens je studies? Of is dat gewoon ook weer levenswijsheden die je er even bij neemt?
is echt zo dat jij hebt een ego, dat zal wel, maar je staat ook wel voor de dingen die je zegt. En je weet ook wel wat je zegt over elke materie. Dat vind ik nog het straffe daaraan. Helpt dat u ook door... Of enfin, helpt dat u met al die zaken die je nu doet uit te voeren, dat je van alles wel iets weet? Ja. Ja, ik denk... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb kennis altijd iets heel leuk gevonden. Mm-hmm. Ik vind dat gewoon tof. Ik kan ook... ik had dat als kind al. Hoofdsteden, zo dat soort dingen. Ja. Ah, hoofdsteden. Ik vind dat fantastisch. En niks aan. Wat is nou een hoofdstad weten? Niks. Zeker in het smartphone-tijdperk. Compleet nutteloos. Maar ik vind dat leuk. ik ben leergierig, ja. Zeker ook naar trivia, naar dingen. Ik heb... een van de dingen... Mijn vader mij altijd gezegd dat was eigenlijk... Ik heb eerst rechten geprobeerd. Mm-hmm. En waarom was dat? Omdat ik dacht dat ik dat wou doen. Okay. Waarom, dat weet ik eigenlijk ook niet. En, maar ik had eigenlijk nou, ja, ik had eigenlijk door dat dat niks voor mij was. En op een bepaald moment zegt mijn vader, dat ik niet zeker in die tijd wel wat mee gebotst heb. Je zei op een bepaald moment van, ja, jij leest geen krant. En ik zeg, ja, nee, ik heb er geen zin in. En hij zei, ja, hoe kunnen we iets als rechten doen als je geen krant leest? En ja, toen vond ik dat eigenlijk onnozel. En ik vind dat altijd semi, zo een statement. Maar er zat wel iets in of zo. En ik ben wel, ik heb dat niet onmiddellijk gedaan, dat zou te schoon verhaal zijn. Dat heeft dat nog 10 jaar geduurd of zo. Maar ik denk dat ik zo, ja, rond mijn, ja, tussen mijn, eind mijn 20er jaren, 30, ben ik eigenlijk de krant beginnen lezen. Okay. Maar echt lezen. Ja. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij wel een basis van weten wat er in de wereld gaat. Ik heb dat ook altijd kunnen combineren met veel toeren. Ik heb heel veel in het Oostblok gezeten. Ik heb in plekken als Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Slovakije, allee, zo, dat soort dingen, Istanbul binnenrijden. Optreden daar, dat geeft een enorme wijsheid. En als je dat combineert met de kranten lezen bijvoorbeeld, ja, dan wordt de krant lezen... Of dan wordt in ieder geval wordt alles veel rijker en veel breder. Je gaat ook dingen relativeren. Ik vind het nog altijd heel raar dat we vandaag... Ik zeg dat vaak, dat je in een tijd leeft, zonder dat we het hier over politiek gaan hebben, dat je zo'n uitgesproken mening over politiek hebt. Okay. Ik vind dat een heel raar gegeven. Maar echt een raar gegeven. Dat wij hier zitten en uitspraken doen over landen, dat we uitspraken doen over, zij het over Amerika, over een andere kant, en wij vinden van alles. We vinden van alles, terwijl als je op bepaalde plekken komt, en dan heb ik het niet over uw citytrip naar Parijs, wat trouwens fantastisch is, maar je zit effectief in Roemenië, en je zit nog niet in Boekarest, maar je zit in Cluj, of je zit in van die... Ja, hellholes en kutdorpen en je speelt daar kleine shows en je praat met de locals en je hangt ermee op café. Ja, wie zet jij dan nog om even over politiek te gaan vertellen hoe het allemaal in de wereld draait? Terwijl, wat is uw wereld? Ja. Dat is toch ook maar wat je op je smartphone ziet en de reizen dat je doet. En dat zijn dingen dat ik heel snel door had. En daarom dat je ook zegt, voor mij is dat een enorme levenswijsheid geweest om te toeren, om in kutplekken te zitten. Ja, ik heb effectief in punk hardcore shows het Oost-Duitse fascisme gezien, op shows, in punk shows gezien. Ik heb mijn jeugd in Istanbul, maar ik weet hoe dat de politie daar is. Zonder dat ik veel heb meegemaakt. Hè. Ik heb in Baltimore moeten optreden. En nog meer mensen hebben dat gedaan. Hè. Dat maakt mij niet uniek, maar het zorgt er wel voor dat ik altijd vind dat reizen, en dan zeker niet... De voor de hand liggende reizen, dat je wereldbeeld verbreedt. Ja. En dat, denk ik, dat vaak de basis is van de dingen dat ik zeg. De nuance waar ik vaak over gecomplimenteerd word, is ook daardoor. En dat is niet omdat ik Kofi Annan wil zijn of zo. Dat is gewoon, ik weet het niet. Okay. Ik weet niet of dat allemaal is hoe dat wij altijd maar vinden. Wij vinden altijd het een of het ander. En wijsheid zit hem vaak toch wel in dat je... ik kan soms discussies eindigen met zeggen, maar dat is zo niet. En stop. Wij vinden wat de media zegt dat wij moeten vinden, hè? Over het algemeen. Ja, en dat is zot, want ik heb nou het voorrecht gehad om al wel wat mediafiguren hier te hebben. En dat zijn allemaal kei slimme mensen, hè? Ja, het gaat me ook niet over de persoon zelf, maar er wordt iets gebroadcast in de media. Bijvoorbeeld over Amerika. En dat gaat... redelijk naar de kant wat de media daarvan vindt.
En de personen die er naar kijken en luisteren, er zijn er van de 10, zijn er maar 9. Of is er maar 1 die zijn eigen mening zal vormen en al de rest volgt gewoon wat er gezegd wordt en gaat daarop verder in zijn argumentatie tegen andere mensen. Dat is een beetje hoe, ja, hoe dat nu gestroomd wordt. Omdat het niet gelezen wordt. Hè. Voilà. Het wordt niet gelezen en je vertelt en je vindt. En ja, het is natuurlijk ook zo, als je iets vindt en uiteindelijk blijkt het niet te zijn, ja, komt er maar eens van op terug. En het is ook niet evident, hè. Het is ook niet makkelijk. Maar daarom dat ik het podcast medium ook zo'n fantastisch medium vind, omdat je natuurlijk daar hardop kunt nadenken. En ja, dat is ook een van de complimenten dat we ook krijgen. Natuurlijk, ik weet ook al, de helft van ons podcast zijn, ja, ben ik niet van spreken, hersenloze fun. Ja, die zo'n nozeldom, maar die andere helft is dat niet. Ja. En dat vind ik ook een geweldige combinatie. Ja, ik prijs me nog elke dag gelukkig, hoor. Ik zal dat ook nooit vanzelfsprekend vinden, het voorrecht dat wij hebben. Want Alex zegt dat ook, hè. En Alex is in de podcast van gelijk, maar mensen vergeten dat wel eens. Dat is een superster, die heeft dingen gezien dat wij allemaal niet gezien hebben. Door het leven die een ander soort toegang vaak heeft, omdat hem is wie dat hem is. Maar ook hij voel ik bij hem dat die podcast hem ook gewoon zo leuk is, omdat je, ja, hier zitten denkers, hier zitten economen, hier zitten linkse mensen, hier zitten rechtse mensen, hier zitten goede comedians, slechte comedians, funny comedians, intelligent, alles zit hier bij elkaar. Ja. Ja, slechte comedians zitten hier niet, want ik bedoel... Nee, totaal niet. Ik bedoel, comedians van comedians met een ander soort mind, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat is geweldig. Wat een verrijking dat is om met iemand te praten. Ja. Dat is fantastisch. Dat merk ik ook door daarnaar te luisteren. Dat is absoluut zo. Nu dat we toch hardop aan het nadenken zijn, ik ga je de vraag toch stellen. Ze zeggen altijd dat je tegen klanten... je mag tegen klanten niet praten over religie, seks en politiek. Dat is not done. Maar jij bent nog geen klant bij mij. Dus, Alex, geloofde jij dat wij genaaid zijn door onze politiek op dit moment? De regering Vivaldi is juist in ere of in voegen gedaan. Wat vind jij persoonlijk? Als ik dat mag vragen, moet dat helemaal niet zeggen als je zegt van niet mijn mening. Ik kan altijd over politiek praten. Ik heb mezelf altijd een beetje daarbuiten gezet. Ik vind dat een enorm... ik vind dat altijd de grootste scam in onze maatschappij. Om de eenvoudige reden dat ik daar heilig van overtuigd ben dat die niks te zeggen hebben. Ja. Dat is nog altijd... ik weet dat ik nu al kort door de bocht ga, maar dat is nog altijd wat ik daarbij heb. Ik begrijp ook niet dat daar zoveel aandacht aan wordt gegeven. Ik meen dat echt oprecht. Ja. Ik vind dat nog altijd een heel bizar gegeven dat iemand wiens lot elke 4 jaar bepaald wordt door onze keuze, die heel labiel is... Mm-hmm. Dat wij die zoveel macht geven. Onbegrijpelijk. Mensen die we betalen met ons geld. Ik blijf daar echt nog altijd... Dat klinkt alsof... Als ik dit zeg... Gelukkig zeggen mensen dat niet vaak tegen mij. Maar eigenlijk zou ik kunnen zeggen... Maar hoe naïef zijn die gaan bezig? Je weet toch... Ik vind dat juist niet. Ik denk dat we soms toch naar die essentie moeten gaan. Dat zijn onze meest betaalde ambtenaren. Die eigenlijk werken voor ons. Die in een eigen wereldje zitten. En die eigenlijk vechten voor hun loon. Dat is wat die doen. Hè? Want het verschil tussen in dat parlement zitten of daarbuiten te zitten, ik weet niet wat exact loon is, maar dat is niet weinig. Ja. Dat is een deftige prei. Als je dat gewoon bent, 4 jaar een stuk, ik denk dat sukt als ineens dat nieuw parlement begint en dat valt weg. Ja. Ik heb geen oplossingen. Maar daarom, als ik nog zoiets zie met dat Vivaldi, dan denk ik, ja... ik vind die ongelooflijke analyses daarover... boeiend, ik lees dat heel graag. Ik lees dat graag langs alle kanten. Hè. Het ene kant zegt van ja, het is eigenlijk, hoe kan het nu? Het is het grootste deel van de bevolking wordt er niet in vertegenwoordigd. Hè. Ja. De andere kant zegt ja, als je me onderzoel zegt van ja, vorige keer dat gebeurd is, was het eigenlijk daarna een regering die beloond was. Geloof er nog in onze politiek? Nee, want je gelooft er niet in. Van aan de stad al. Ik geloof niet in die mensen. Ik vind eigenlijk altijd, als je dat van op afstand ziet, vind ik dat geen enorme verschillen. Ik vind het verschil, de perceptie dat we hebben, als je oorlogen zag op Twitter, maar als je dan de effectieve beleidsvormen ziet tussen verschillende stromingen, zijn dat toch geen gigantische verschillen? Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Het is en dat vind ik dat alleen al...
Dat alleen al vind ik het verschil tussen Maggie de Blok en Theo Franke. Wat is het? Was dat? Ik ben geen specialist ter zaken op vlak van migratie. En ik vind Sammy Mehdi een aangename figuur. Ik ben benieuwd, maar ik vraag mij af als je die drie termijnen naast elkaar zet, hoe, of dat de verschillen even groot zijn dan de verschillen die ze online in debat tegenover elkaar hebben. Dat wel meevalt. We zitten hier bij een ongelooflijk log systeem. Ik kan mij niet voorstellen dat je zoveel aan kunt veranderen. Dan heb ik al zoiets van, waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja. Is het soms niet een beetje bezigheidstherapie? Het is, naar mijn gevoel, wordt de politiek gevoerd op social media. Wie het luidste roept, probeert het hardste stemmen te ronselen van degene die hem volgen. Daar komt het nu op neer. Ja. Voor de rest ga ik me daar niet over uitspreken, want dat mag niet. Maar dan nog... Mag wel. Ik vind dat ook al zo raar dat niet mag. Dat vind ik ook spijtig dat we erin gekomen, dat we er niet mogen. Ik vind dat ook heel erg dat je... En heb ik natuurlijk niet over mensen die nazisme nog zo verheerlijken. Ik denk, als je een intellectueel gesprek ziet, zijn dat voorwaarden die denk ik redelijk logisch zijn. Maar ik vind dat soms jammer als mensen die gaan... Je voelt dat ook heel hard, dat mensen zich beginnen inhouden voor wat dat ze echt willen zeggen. Omdat je gewoon weet van, ik heb geen zin in dat soort avond. En dat is spijtig, terwijl over politiek praten een van de leukste dingen is dat er is. Maar het kan helaas de laatste jaren niet meer. En dat is jammer, want er is niks zo fijn als praten met iemand die een andere mening heeft. Er is niks zo leuk. Hè, de uitzonderingen uiteraard buiten beschouwing gelaten. En dan dacht dat een beetje het is. En wat ik wel vind, wat die nieuwe regering betreft, ik ben eens benieuwd ik denk dat de eerste test gaat zijn de media. Wat de media gaat doen, want we hebben nu al alles en iedereen op de rooster gelegd. Hè. Elke politicus is op de rooster geweest, iedereen is gepasseerd. Er is een groot deel van de mensen, denk ik, zijn niet blij hiermee. Alhoewel, als je er echt diep over inpraat, zal het wel meevallen. Ik denk dat er wel een soort mini-momentum is voor deze regering. Hè? Ja. Ook al zijn ze het niet eens, al is het maar omdat het anders is, al is het maar omdat het eindelijk er is. Ja, als het dan, bij manier van spreken, letterlijk 10 seconden bezig is, de Vivaldi. Ja, en kranten beginnen dan, zoals maniakken, het Calvo Almachi-ding uit te spitten. En vooral dan denk ik, je doet ermee wat je wilt. Naar mij vooral niet luisteren. Maar nu is het ontstoken, hè. Ja, dat klopt. En is dat hetgeen dat je wilt doen? Is goed. Ja, dan kun je achteraf inderdaad weer meehuilen met de bevolking en zeggen dat het allemaal de schuld van de politici is. Uh-huh. Maar hier zijn we bij, hè, mannen. Ja, dat is de nieuwe media, hè. Dit hebben jullie gestart. Stoken, ja. En dat is... Maar soms heb ik dat wel zo, dat ik denk, waarom... Natuurlijk, mensen trappen erin, hè. Mensen vinden het. Hè. Vooral dat. Dus, maar ik denk eerlijk gezegd dat we zijn er nu toch weer over bezig, omdat het gewoon leuk is. Maar ik weet dat niet. Ik heb niet het gevoel... als er geen regering was, wel een regering... Ik zie te weinig essentiële verschillen. Okay. Ik zie dat niet. Okay. Maar correct me if I'm wrong, hè. Ja, ik denk dat de communicatie soms anders is van de persoon die aan de micro zit in de politiek. Je ziet ook dat bepaalde voorstellen onmiddellijk van tafel geveegd worden. De ene lichting gaat de bedrijfseigenaars voortrekken, de andere gaat sociaal de bedrijfseigenaars naar achter duwen. Ik ga er mij niet verder over uitspreken, maar het is inderdaad zo dat de verschillen miniem zijn. En als je vergelijkt nu Maggie de Blok met Theo Franke, zet die hun termijnen naast elkaar. Dat is ongeveer gelijkaardig gelopen allemaal wat die gedaan hebben. Ja. Maar je zou toch van de ene zeggen dat hem veel, veel harder met een borstel erdoor gegaan is dan de ander. Bij mij niet van spreken. Dat is de perceptie dat leeft. Hè? Ja. En het is allemaal maar om perceptie. En ik vind er op zich ook allemaal niks mis mee. Maar ik vind wel... Want laten we eerlijk zijn, het is ook een hele economie en een industrie van media dat erop teert. Voilà. Er zit ook een soort entertainment in, er zit ook een soort nieuwswaarde in. Ik vind het allemaal niet, maar mijn punt dat ik eigenlijk al veel te lang aan het maken ben, is relativeer het wel een klein beetje.
dit is, ik denk, we leven altijd in een geweldig deel van de wereld. Dat is de loterij, het loterijticket dat je gewonnen hebt. Hè. Hier geboren zijn. Mijn vrouw geeft zelf les aan de vluchtelingen. Okay. Die verhalen zijn soms schrijnend. Er wordt vaak en terecht kritiek gegeven op de vluchtelingenopvang hier. En uiteraard, wat zou de vluchtelingenopvang ineens perfect werken? Maar als we bij manier van spreken een boete moeten aanvechten, dan is natuurlijk werkt dat systeem niet 100%, maar er zit wel goede wil of zo. En je voelt altijd kritiek van alle kanten komen. En dat is jammer eigenlijk. Ja. Het is altijd maar kritiek, omdat dat de makkelijkste manier is. Maar ik denk nog altijd wel dat dit, het land waarin dat we leven, laten we zoveel als we kunnen zagen op politici. Maar als je alleen thuis bent, niet op je smartphone, een klein beetje relativeren. Hè. Dit is een geweldig land. Hè. Ja. Een fantastisch land. Hè. Ik bedoel, dan zal ik wel eerlijk zeggen, dan heb ik wel genoeg gereisd. En nog niet in de extreme landen, maar in de zogezegde landen. Hè, de landen die wat, zeker Oost-Europa of zo. Jongens, blijf maar mooi hier. Hè. Ja, het land van de kansen. Ga maar eens naar Engeland. Ga eens... heel veel getoet in Engeland. Ja, 10, 15 jaar geleden. De vierde wereld daar, dat is verschrikkelijk. De armoede dat ik daar gezien heb, dat zouden we dan niet geloven. En je associeert dat niet met een land. Nou, je associeert dat niet met een slecht land of zo. Dus, ja, dus wat je zegt is dat je hier de kansen hebt en dat je eigenlijk je dromen, hè, een beetje kunt waarmaken, je ambities. Meer dan in andere landen die je kent. Niet voor iedereen, want er zijn mensen... Ik denk echt wel zeker dat er mensen zijn met veel meer... Ik denk ook wel, en daar ben ik ook... Ik denk niet dat we kunnen onderschatten... want er wordt heel veel discussie, zeker als het over het racisme gaat, bijvoorbeeld, dat ik ook een heel interessant gegeven vind. Ongelooflijk interessant. Ja, als je daar met mensen praat, en we hebben er ook al een aantal gehad en zo, als je daar de waarheid van alles wat pakt, ja, dan zitten we en je probeert daar je eigen ding wat uit te halen. Ja, natuurlijk, het is niet voor iedereen even gemakkelijk. Uh-huh. Het Amerikaans principe, als je maar hard werkt, kom er wel. Nee, dat denk ik zeker en vast niet. Zeker en vast niet. Er zijn heel veel mensen die buiten het systeem vallen en dat moet ook aangepakt worden. Maar wat ik soms betreur, is dat altijd het kind met badwater wordt weggesmeten. Misschien is dat ook de enige manier soms om verandering te hebben, hè? Absoluut. Het is gewoon, ja, het is jammer, het komt altijd op hetzelfde neer. Van het moment dat een debat iets groter wordt, is nuance weg. Ja. En dat is spijtig. Oké, merci voor die mening. Dat is ook een vrij eerlijke... Toch schoon overal afgebleven. Ja, goed rondgedanst. Goed rondgedanst. Jij geeft ook dansles op. Enfin, waar ik wil toe komen. Als er iets wat ik niet kan, is wel dat. Dat kan ik echt niet. Zo, ja. Ik wou wel naartoe komen dat je wel les geeft, maar dan op een ander gebied. Waarschijnlijk ook weer door je eigen podcast te doen en daar autodidact in te zijn, als ik me niet vergis. Ben jij ook gecontacteerd door Sintra om daar de opleiding Podcasts voor Professionals te gaan geven? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe is dat? Zeg jij nu gewoon docent bij Sintra? Of hoe marcheert dat juist? Nee, dat was Jeroen Dutois, dat is een projectmanager bij Sintra. Die mailde mij er op een bepaald moment voor. Die luisterde ook al, was een luisteraar. Die zei, hey... Dat zijn mensen, ja, bij Sintra zoeken ze ook naar opleidingen. Zegt, ja, we krijgen dat meer en meer binnen, zeker van het bedrijfshoek. Ja, ja. Het is duidelijk, je voelt heel hard dat sinds een aantal jaren de bedrijven er wel op gesprongen zijn, omdat het natuurlijk het is een digitaal visitekaartje, het is een manier om een platform te maken, om mensen aan u te binden. Ja, de reden zijn duidelijk. Zie daar niet zitten voor te doen. En dat is net hetzelfde wat ik in het begin zei, ik had dat nog nooit niet gedaan. Ik heb nog nooit in mijn leven lesgegeven. Ook al ben ik een kind van onderwijzers en ben ik getrouwd met een onderwijzeres. En ik dacht, ja, laten we dat gewoon eens doen. Nogmaals, als ik daar redelijk over nadacht, dacht ik, ja, ik heb geen pedagogisch diploma. Ja, ik kan dat hier wel, maar hoe ga ik eraan beginnen? Ik heb nog nooit in mijn leven een cursus gemaakt. Ik heb nog nooit lesgegeven en misschien een dag dat doen. Maar met een buik, ja, misschien is dat wel tof voor te doen. En ja, tuurlijk ook. Als je zelfstandige bent, onsexy, maar ja, je moet ook facturen kunnen schrijven, je moet ook dingen doen. Hè. Dat is ook hetgeen waar je voor gekozen hebt, is om dat te doen. Ik dacht, fuck it, ik doe het. En dat is altijd goed gegaan.
Ja, dat is echt tof gegaan. Dat was ook, ik heb dat eigenlijk een beetje, op een bepaald moment was dat eigenlijk een beetje met een insteek van de cursus. Ay, dat is het nog altijd. Dat ik eigenlijk zeg dat dat het beste is dat mij overkomen is. Oké. En dat is ook oprecht. Een van de beste dingen. Ik heb ook, nu kan ik dat niet meer zeggen, want nu heb ik het een aantal keer gedaan, maar ik weet dat de eerste, ik had de eerste twee dagen, de eerste twee groepen dat ik had, is een dagcursus. Zei ik dat ook van, ja, dit is een bewijs dat het werkt. Want ik heb nog nooit in mijn leven lesgegeven en ik sta hier en jullie zijn niet gaan lopen. En ik heb de indruk dat jullie wel aan het luisteren zijn. Dat is de kracht van wat dat is om elke dag, niet elke dag, maar elke week in de micro te praten met mensen, proberen je gedachten te herstructureren. Te structureren bedoel ik. Ja. Want dat is wat je doet, hè. Dat is wat je doet, hè. Je bent niet, als je aan het podcasten, leer je ook vooral gewoon op een manier iets te zeggen dat voor mensen aangenaam is om te luisteren en natuurlijk ook je punten maken. Ja, en dat heb ik eigenlijk allemaal wel in die cursus verwerkt. Okay. Wie is het publiek? Is nu, ja. Wie komt er zoal op af? Het is denk ik... het is, het is een mengeling van soms wat, redelijk wat KMO's. Oké. Okay. Dus ik zal zeggen, boekhoudkantoren die bijvoorbeeld, denk ik, zeg maar iets, advies geven in de, om dan natuurlijk mensen naar hun toe te krijgen. Hè. Een beetje dat ook, wat de cursus ook wel wat is, hè, het soort, hoe heet het, de thought leader gegeven, namelijk dat je expertise etaleert. Ja. Aan van een podcast om dan op die manier cliënteel binnen te halen. Dus er zijn een aantal mensen, mensen van persagentschappen, ook een aantal mensen met een persoonlijk project. Veel zelfstandigen wel. Ja. Het is hip aan het worden wel, hè. Ik zie er heel veel verschijnen. Ik ook. Ja. Allee, ik ben daar mee schuldig aan. Maar op het moment dat ik begonnen ben, dat is gelijk als dat je een witte BMW koopt, dan zie je de dag daarna 20 witte BMW's rijden. Dat is met podcasten zo hetzelfde, je weet dat in de gaten te houden. Er zijn er heel veel, hè. Ja. Wat maakt iets dan een goede podcast? Wat maakt een podcast waar mensen naar zouden luisteren? Oh, moet ik, wacht, ga jij dat factureren als je erop antwoordt? Nee. Nee, ik blijf nog altijd in de kerel die veel te veel weggegeven vindt. Slechte les hier. Goeie vraag. Ik denk eigenlijk altijd... er zijn een aantal parameters die je in de hand hebt. En dat is namelijk het volhouden. Okay. Het volhouden is iets dat je kunt... Doe het op regelmatige basis. Doe het... omdat het is werk. Het kost tijd. En ik weet ook hoe dat is. Ik heb het grote geluk, en daar ben ik me zeker van bewust, dat als ik anderhalve keer of anderhalve dag per week daarin steek, soms in postproductie en nog niet dit of dat, alles net hetzelfde. Ja, je hebt het geluk natuurlijk. En je weet, je zet dat online. Ja, en er luistert heel veel volk naar. Weten we al en, hoeveel? Of mag je dat niet geweten? Jawel. Dat is gewoon heel... dat fluctueert. Omdat dat een van de krachten van de podcast is dat je inderdaad... Wij maken geen onderscheid. Het is gewoon interessant. Het is interessant. Maar dat gaat van... Ja, letterlijk... het zal altijd wel minstens 35.000, 40.000. Oh, maar dat gaat wel tot 250.000, sommigen. Voor een aflevering? Heel breed. Wauw. Ja, maar wel YouTube erbij, hè. YouTube erbij. Ja, oké, okay, dat is fantastisch. Dus de audio... We ik zeg het, ik denk dat we... Voor de corona, want de corona was een beetje slecht eigenlijk voor ons. Voor alle podcasts. Mensen dachten altijd, ja, nu ga ik het nog meer zijn, maar dat is niet. Podcast is echt iets dat werkt voor mensen die werken. Of in ieder geval in een soort regelmaat zitten. Ja. Dat is eigenlijk een beter woord. Structuur, maar wij zaten zeker net voor de lockdown, februari, zaten wij toch bijna 500.000 per maand. Oh, ja. Dat je toch eigenlijk van alles tezamen, dat een backcatalog, dat je toch echt ruim over de 100.000 per week zat. En nu, daar zijn we serieus van gezegd, nu zijn we terug, want je voelt dat die markt, je voelt dat leven terug wat begonnen is. Maar dat is natuurlijk, het voordeel daaraan is, ja, dat klinkt onnozel, want je mag het niet doen voor die cijfers, maar dat geeft natuurlijk wel een motivatie, dat is logisch, omdat je weet dat het voor meer volk is. Maar dat, nu zeg ik dat tegen u, dat stik ik nou niet tegen... Ja, dat staat nu wel op de podcast, natuurlijk. Ja, maar dat zijn algemene cijfers. Dat zijn cijfers die geweten zijn, of zo. Okay. Bedoel, je kunt ook sommige dingen... Je kunt ons YouTube-dinges ook... kun je dat ook zien. En de audio is altijd meer... Allee, niet altijd meer als wat de YouTube's echt sterk zijn, maar de audio's hebben wel echt een vast stramien van minstens 20.000, 30.000 keer dat dat gedownload wordt. Dat is veel. Tot 60.000 keer soms. Ik denk, maar ja, bijvoorbeeld aflevering 100 of zo, dat is, ik weet het niet,
60, 70.000 keer gedownload audio en dan nog eens 60, 70. Ja, dat zijn, dus je ziet dat ook wel. Dus ik hoef er ook niet over te zeveren of zo. Je ziet dat aan bepaalde podcasts die je YouTube. En dan kun je ook wel natuurlijk kijken waar dat ongeveer is. Ik was al content dat mijn mama luisterde. Ja, maar dat komt ook wel. Hè. Dat is ook wel hetgeen dat ik ook zeg, je mag dat daar niet voor doen. Ja. Je moet dat eigenlijk doen omdat je dat graag doet. En als je dat graag doet, dan gaan mensen dan naar luisteren. Ja. Hey, wat jij het en zo, je hebt een concept. Je nodigt mensen uit waar je graag naar wilt luisteren. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat gaat wel komen. Ik denk ook wel... ik heb in mijn leven ook dingen gedaan die minder succesvol waren. Ja, soms is dat ook gewoon... Ja, de timing, soms is dat ook gewoon dat minder goed is. Ja. Ik vind ook dat je ook moet kunnen zeggen, ja, onze podcast is ook een goede podcast. Absoluut. Misschien niet voor iedereen, maar als dat je ding is, ja, dan is dat wel top. Ik bedoel, er zijn niet veel plekken waarin dat je, ja, zeg maar iets, 2 uur lang Geert Noels kunt horen babbelen, zonder dat je er misschien geld voor hebt moeten betalen, of voordat je moet babbelen op een andere manier. Er zijn niet veel podcasts waar je soms echt onbekende talenten hoort, dat je zegt, wauw, ik kende die niet. Ja. Ik denk dat we hebben zeker een later gevonden, want het gegeven bestaat al heel lang. Maar we hebben het wel naar een niveau getrokken in dit land. Ja, dat ervoor gewoon nog niet gezien was. Er waren nog podcasts en goeie bij. Maar zeker met de YouTube. De YouTube vond ik wel een enorme... dat had ik nooit gedacht dat eigenlijk zo'n meerwaarde was. Omdat dat echt een ander publiek is. En ik voel dat we daar ook vaak het verschil mee maken. Oké. Maar om een goede podcast te hebben, regelmaat, geloof in je ding dat je aanhoudt, je materie. Niks doen dat fake is. Voilà. Nee, niks doen dat fake is. Ja. Als jij hier zit, allee, ik kom ervan uit, jij wilt weten wat ik te zeggen heb. En jij wilt weten wat de gast van volgende week zegt en eergisteren, vorige week. Absoluut. Ja, maar ja, dat is heel belangrijk. Omdat waarom is dat belangrijk? Niet voor mij, maar je gaat ook vragen stellen die beter zijn. Omdat je weet waarover... En dat is... Heel, heel, heel belangrijk. Je moet het graag doen. Ja. En je moet het vooral ook niet zien als iets dat... want die cijfers dat wij hebben, die stoffen zijn er nog. Hè. De lieve schermen in Nederland is ook echt groot. Ja. Ik denk top 3, denk ik, dat wij van met de lieve... En ik denk interne keuken, denk ik, van Radio 1 is ook een druk beluisterd. Natuurlijk, we hebben altijd die YouTube erbij, waardoor dat wij ja, op zich bredere cijfers hebben, denk ik. Ja. Allee, weet ik. Maar laat dat gewoon vooral een gegeven zijn dat de markt er gewoon is. Er is gewoon veel mensen die daarnaar willen luisteren. Ja, waar luisterde jij zelf naar je podcast? In de zetel of in de auto? Ik doe dat in de auto bijvoorbeeld. Ik ben vooral een kijker eigenlijk. Oké. Dat is heel raar hè, voor iemand die zelf podcast maakt. Ik kijk het heel graag. En als ik het luister... dan is het koptelefoon. Auto zelden, eigenlijk. Ja. Koptelefoon. Of ik aan het werken ben, vind ik ook wel heel tof. Ik vind het een geweldig medium. Waarom vind ik het een geweldig medium? Omdat het is het schoonste behang dat er is. Hè. Het is fantastisch. Wow. Een soort compagnon. Het is een compagnon, hè. Het is een gezelschap die laagdrempelig gaat. Dat zie ik ook echt in mijn cursus, dat je dat echt wel moet... Ik heb dat gemerkt. Er is zo'n tijd geweest, nu is het beter, hè. Maar het is zo'n tijd geweest dat zo de klassieke media ook een tijd podcasts zijn beginnen maken. Mm-hmm. En ze doen het nu nog maar minder. In het begin vond je dat eigenlijk altijd wel zo... Die probeerden er iets te hard een soort formeel ding van te maken. Dat ze ook wel door hadden van, ja, dan, nu zijn we gewoon radio aan het maken. Ja. Dat is niet de meerwaarde. Maar zo dat remmen los en dat gesprek. Het is een cafégesprek. Hè. Uiteindelijk is het nooit meer dan dat. Hè. Dat klopt inderdaad. Ik probeer dat ook zo... te doen alsof we het aan het oog zouden doen. Ik heb het gevoel, ik heb dat al gezegd misschien vandaag, ik heb het gevoel dat ik je keigoed ken door elke week naar jullie te luisteren. Wat dat voor u heel vies moet aanvoelen. Maar dat is wel zo. Je hebt het gevoel dat je degene waar je naar luistert, dat je die persoonlijk kent. En ja, dat maakt dat je iets familiaal binnenbrengt. Ja, en dat is hetgeen dat je ook merkt. Daarom dat ik ook al zeg, je moet het blijven doen. Want je weet dat zelf ook, hè. Ik weet niet of dat een goed voorbeeld is, maar ik kan het toch geven. Dus soms is een slecht voorbeeld ook een goed voorbeeld. Huh? Weet je nog in een tijd van zo, zeg maar iets nieuwslezers of omroepers. Omroepers zijn wel weg, maar zo'n nieuwslezers, er is een nieuwe. Of er is een nieuwe weerman. Of zoiets. En die doet zijn bakken zo open en die begint te praten. Huh? En 9 van de 10 hebben zoiets. Ugh, ja. dit is niet wat ik wil. Huh?
Waar is de Frank? Twee weken later. Ja, de Frank, twee weken later vinden dat normaal. Hè. Ja. Je moet ook winnen aan iets. En met podcasten vind je dat ook vaak. In het begin, dat zijn podcasten hè, waar ik bijvoorbeeld graag naar luister. Mark Maron, de What the Fuck van Mark Maron, vind ik ook qua interviews. Vind ik dat een van de strafste die er zijn. Zeker zo'n interviews met Obama, Bruce Springsteen, zijn geweldig. Okay. Ook een van de top podcasts in de wereld, acteur-comedian Mark Maron. What the fuck, voor de mensen die luisteren. Een beetje ook, eigenlijk een long-form interview, maar wel met sterren. Echt, ja, in de eerste keer dat je die leert kennen, als je die opzet, is het zoiets, oh, ik vind dat een beetje een irritante man. Mm-hmm. Ik vind dat wel een zelf ingenomen, en dat is denk ik normaal. Maar dan toch, omwille van de kwaliteit van de gasten, blijven de luisteren. Op een duur bent die event ook wel, en zou ik ook niet willen dat hem anders is. Okay. En dat merk ik ook wel, heb ik ook wel gemerkt met mensen die over die van ons praten. Ja, dat je dat ook gewoon wordt. Hè. Ik merk ook wel soms dat ik ergens kom of zo, zeker een aantal nieuwe werkvloeren waar ik nu werk dan. Zeggen van, oh ja, ik luister, dat is kei raar dat ik je nu... Dat is precies alsof ik je ken. Ah, voilà. Zodat ik die stem ken. Dus dat is normaal. Ik heb dat ook met een bepaalde... Ik luister naar de Nerdland podcast. Dat ik van ook geen zaak van snap. Dat vind ik er ook zo tof van. over wetenschap of van die dat is Lieve Scheire en zijn bende. Ja. Super, super leuk. Ja, een aantal mensen ken ik ervan persoonlijk. Een aantal mensen ook niet. Maar die mensen die ik niet ken, ken ik dan toch ook. Omdat je die stem gewonnen wordt. En daar is er goed tof van. Een compagnon, hè. Ja, absoluut, absoluut. Goed, ik heb het gevoel dat ik nog 10 uur mee kan klappen. Ik hoop dat ook ooit te doen. Nu, ik heb onlangs heel raar van een KMO een aanbod gekregen om hun naam een paar keer te vernoemen in de podcast. En dan kreeg ik iets in ruil. Nu, ik vond dat niet nodig. Nee, ik vond dat niet nodig. Het ging ook niet over 1 miljoen, want anders had hier al een paar keer... dan vond ik dat zeker dat nodig. Dat zou... maar ik dacht... Als ik die 2-3 minuten die ik daar normaal aan zou spenderen, als ik dat nu, en je zet de primeur, is met mijn gesprekspartner spendeer aan een goed doel die hij wilt shout-outen, of iets waar hij graag voor heeft dat andere ondernemers zich voor kunnen inzetten. Ik overval u daar heel hard mee, dat weet ik. Maar is er zoiets waarvan... Dat moet geen goed doel zijn, iets waar wat je in je hart draagt, waar dat je kunt... naar de ondernemers nu laten weten van, kijk, dat bestaat. Dat is misschien interessant om eens te bekijken. Ik noem maar iets. Wij zelf bijvoorbeeld, wij met ons bedrijf, wij sponsoren een soort van... iemand die mensen begeleidt van zodra dat ze ziek worden, dat ze kanker krijgen, die begeleidt die gratis. Hè? Daar ga ik nog verder over uitweiden in de volgende aflevering, omdat ik me dan ook kan voorbereiden. Het overvalt mezelf ook. Ik laat het even gewoon vallen. Maar zulke goede doelen zijn misschien wel het vermelden waard voor die, niet 250.000 mensen, maar dan die tientallen mensen dat toch naar ons luisteren, dat die er misschien ook iets mee kunnen doen, of ze naar de website kunnen gaan of zo. Dat misschien voor hen interessant kan zijn om eens te bekijken. Ik ben hard op aan het nadenken eigenlijk. Nee, overvalde me eigenlijk al. Ja, even een actie, 250.000 is bij ons niet de norm. Hè. Dat is een Philip Geubels of zo. Hè. Dat dat minder is. Ik vind dat wel schoon. Waar moeten bedrijven naar luisteren? Ja, bijvoorbeeld ik denk, de school van uw vrouw misschien, dat die was te... Die doen... dat is nou, ik denk dat die wel de overheid in dit land betalen genoeg belastingen. Dus gelukkig gaat een deel van dat geld gaat ook naar nuttige dingen. Dat is toch fijn om te weten. Huh? Ja, ik weet niet, als ik zelf zou denken... Ik heb niet zoiets, dus dat ga ik al direct zeggen. Maar wat ik wel vind, is... Er is, ik denk soms jeugd eigenlijk. Ik denk dat wij jonge mensen op een andere manier soms... ik denk dat een bepaalde jeugd, dat we daar meer op moeten focussen. En dan heb ik adolescenten. Ik heb dat ook bijvoorbeeld met bijvoorbeeld de allochtone gemeenschap. En ik zeg deze niet bijvoorbeeld van het een of ander PC of politiek correcte ding van... kijk eens aan hoe ik woon in het centrum van Antwerpen, het goede aan het centrum van Antwerpen wonen is of dat je nou wilt zijn of niet wilt zijn, je hebt geen keus. Hè. Dat is ook het goede hieraan. Dat is ook waarom, dat denk ik, dat wij ook niet zo onverdraagzaam zijn, omdat je gewoon niet aan het schiet. Maar ik merk wel bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld geven.
omdat ik zelf in de tv-wereld zo was zit, is bijvoorbeeld, hey, men wordt vaak gezegd van ja, er zijn niet zo heel veel mensen van allochtone afkomst die je soms zie en dit of dat, en zit daar geen talent bij en dergelijke. En ik zie niet dat ik het per se daarover wil hebben, maar ik vond dat wel een heel interessante gedachte. En dat is ook wel soms dat we er ook niet altijd naar gaan kijken. We zoeken daar ook gewoon soms niet genoeg in. En als er dan soms komen er modellen uit of zo, en dan vinden we dat vaak zo, maar kijk, het kan toch. Ja. Maar, en dat zijn dan vaak mensen die heel goed zijn in wat ze doen en daardoor eruit springen. Maar er zijn heel wat, bijvoorbeeld 7 op 10 profielen, die daar ook in zitten. En soms merk ik van ja... vaak als we naar zo, bijvoorbeeld een allochtone gemeenschap gaan, dan doen we dat vaak een beetje vanuit een soort, we willen die helpen of zo. We moeten die, ik krijg soms een beetje de mooie met de Amari die bij ons geweest is. Ja, vond dat een heel interessante, van een interessante podcast. Waarom vond ik die interessante mooie met? Omdat die een haatte één ding. En dat was zo dat slachtoffer gegeven. Ja, ja. Dat vond hij verschrikkelijk irritant. Ja. En die maakte er echt een punt van. En ik merk hem ook, als ik op Twitter bezig ben, nog altijd als van, hey, het moet niet gegeven worden, hè. Ja. Het is er. Ja. En dat soort dingen... dat soort ondernemerschap of zo, zonder dat ik daar een mening over heb, ik heb soms het gevoel dat we daar nog wel laten liggen. Oké. Okay. Zijn ik ongeveer duidelijk of niet? Ja, onze horizon moet of breder... Of zoiets... Wat zeg je eigenlijk... Nee, ik snap wel wat je zegt. Zoiets... Wat de fuck zeg je hier allemaal ontzeggen? Al ongeveer een uur en half. Hebben we een podcast? Nee, allemaal niet. Dat zou ook al. Nee, alle podcasts moeten eerlijk zijn. Onze blik moet ruimer. We moeten niet focussen op de middle white guy, die een, of vrouw, die we zoeken in onze profielen. Ja, er zit iets... Ja. En ook gewoon zo van, niet van het, niet, we verrassen, we zijn vaak nog te verbaasd over, wat ik met de mooie tof vond, dat ze zei van, hey, we moeten niet altijd gered worden, we moeten niet altijd van, amai, ze doen het goed, of dit of dat. Zo, Kamal heet dat ook een beetje, zo. Kamal Karmach, die zegt dat ook altijd van, amai, jij dit of jij, amai, jij, hè, want de Kamal, dat is op papier een droom, hè, dat is een droomprofiel. Geeft een docent en succesvol op tv en politiek en slim en dit of dat. Maar dat mag geen punt zijn. Het gaat meer over van, je zit daar niet alleen. Hè. Dat is niet... En ik denk dat daar een deel ook... los van om hier de wereld een betere plek te maken, want dat geloof ik ook niet. De wereld zal wel zelf... We hebben duidelijk gezien met de corona dat de wereld zelf wel beslist of dat we een goede plek hebben of niet. En nee. Laat dat duidelijk zijn. Zo graaf zijn we niet als mens om te denken dat je daar enige impact op hebt. Maar ik denk echt dat daar naar bedrijfsleven, misschien echt zo'n KMO of ik weet niet wat, een headhunting of zo. Ik denk dat daar echt onontgonnen terrein zit, dat er echt al wat diamanten zitten. Er zullen ook echt mensen zitten, gelijk dat overal de mensen zitten waar je letterlijk niks mee kunt aanvangen. Uh-huh. Maar ik denk dat we dat daar op alle manieren een andere benadering moet zijn van het bedrijfsleven. Oké. Okay. Ik ga even laten bezinken, want dat is iets wat jij daar aanhaalt. Je kunt daar een niche van maken zelfs. Hè? Naar op zoek gaan naar die parels die nu... Er is een punt van... Ja, ik weet niet dat... Mag ik even onderbreken? Ik weet niet of dat... Ik denk dat dat juist het ding is. Ik weet niet of we er een niche van moeten maken. Ik denk dat ook het niche maken juist hetgeen is wat het dan juist weer veroorzaakt. Namelijk, kijk eens, daar zit hem. Hè? Daar zit de goudader dat we ons zoeken en ontginnen. Ja. Nee, ik denk gewoon dat je bij manier van spreken als zeg maar niet dat je naar headhunter gaat of je gaat naar profielen zoeken, dat je het gewoon er allemaal in opneemt. Ja. Dat je gewoon heel... Dat je inderdaad, letterlijk wat je straks zei, dat vond ik goed, je horizon verbreed is ook niet het woord. Want die blik is daar al. Je keek er gewoon niet naar of je ging er vanuit en af en toe springt er een uit en dan zeg je, amai, kijk eens aan. Nee, er zitten er nog niet iedereen dat... Het is niet omdat je er niet uitspringt, dat je het niet kunt, hè. Nee. Dat is ook niet... Maar... Nu, met de corona ook, met die nieuwe regels en noem maar op, en de afstand houden, er staat constant in de media, we bereiken bepaalde groepen niet. En opnieuw, het maakt me niet uit welke groep dat is en op welke manier... Geloof je dat? Geloof je dat eerlijk? Ik weet het niet. Ik vraag me soms af of dat ze ze wel willen bereiken. Ik geloof dat niet. Ik geloof echt niet dat dat het ding is.
Om de simpele reden, en ik zal een paar voorbeelden geven waarom ik daar niet in geloof. En dat is net hetgeen, en ik heb zeker nooit de waarheid in pacht, dat dat duidelijk zijn. Maar ik vind, maar vraag je bijvoorbeeld, les om vluchtelingen. Uh-huh. Daar zit alles bij elkaar. Hey, het zijn niet alleen vluchtelingen, het zijn ook gewoon soms allochtonen die gewoon nooit hebben leren lezen. Uh-huh. Hey, wat een ander probleem is, uh-huh. Maar daar ga ik even niet over. Dus dat zijn ook soms mensen die al heel lang wonen en... Ja, de omstandigheden, dat ja. Kun je over discussiëren, dat je dat nog al die jaren niet kunt. Maar goed, als het gaat over corona, die zijn daar allemaal doodsbang van. Hè? Die raken elkaar niet aan. Oké. Okay. Wil dat daarom zeggen dat er geen probleem is in bepaalde... Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar, als je tegen mij zegt, bepaalde bevolkingsgroepen, HLN commentaargewijs, uh-huh. Ja, die kijken er niet naar, of ze worden niet bereikt, dan zeg ik al, ja, dat is al niet 100% waar, want... Wat ik hoor krijg, en dat is nou toch redelijk kort op de bal, is dat al niet. Dat van dat bereiken geloof ik ook niet. Ik vind het ook enorm naïef en ook echt verschrikkelijk om te denken dat die... Wat zou die dan niet bereiken? Hey, ik, ja? Bedoel, dat is, ik bedoel, sorry, maar je kunt ook de vraag stellen, en dat gooi ik er naar in, wat ik bijvoorbeeld gehoord heb, en ik zeg ook letterlijk gehoord heb, is dat bijvoorbeeld de Franstalige gemeenschap, die kijken naar Franse tv. Dus de Franstalige gemeenschap bijvoorbeeld, ja, die kijken al vaak naar de Franse tv, dus die hebben ook al een ander referentiekader. Ja, dat vinden we dan precies allemaal minder erg of zo. Is niet... Ja, ik vind het allemaal... En dan heb ik het nog niet over de gemeenschap waarin dat die soms leven. Ja, daar zitten natuurlijk vaak armoedegroepen in. Ja, dat is ook niet die... Het is allemaal veel gemakkelijker natuurlijk als je in je mooi huis zit, hè, waar Just. Je het allemaal kunt. Je hoeft niet per se een mooi huis te zijn, maar een groter huis. Ik weet dat niet. Ik weet het echt eerlijk gezegd niet. Wie weet het nog? Ik voel het ook altijd aan als de cijfers stijgen en dan moet er iets gebeuren. En dan hebben we vooral ook iets nodig dat we kunnen veranderen. Ja, en nu staan de cafés. Ja. Dan zijn eerst de cafés hebben het weer gedaan. Ja. Nee, ik volg uw mening. Er moet dan achteraf altijd iets gebeuren van kijk, we hebben toch iets gedaan, maar is dat juiste? Niemand die kan staven en niemand die weet. Iedereen is ook beu, maar als ze nu gewoon preventief een aantal dingen hadden aangehouden, dan had dat allemaal niet nodig geweest. Alhoewel, kijk, het is wat je juist zegt, de natuur doet wat ze moet doen en er zullen altijd mensen zijn die zich er totaal niet in houden, maar de overgrote meerderheid past toch wel op, denk ik, zie ik, merk ik overal rond mij. Laat ons ervan uitgaan dat het nog even zal duren en dat we hopelijk in maart, zoals ze zeggen, een of ander ding in ons gespoten krijgen, waardoor we geen bank niet meer moeten hebben en de economie draait weer tot dat teruggebeurt. Dus het zal zo altijd zijn. Ja, voilà. We zullen wel een manier vinden om het te doen. En ik vind ook... bijvoorbeeld, wat ik ook wel jammer vind, is bijvoorbeeld... En daarom dat ik zo de Mohammed wel een toffe vond of zo. Ja, als het effectief daar zit, ja, benoem het dan ook. Ja. Hey, ik vind ook, wat je nu krijgt, is dat je toestanden krijgt. Ik weet het niet, maar stel dat er inderdaad in Brusselse allochtone wijken, dat het vooral daar zit. Stel dat je dat zwart op wit kunt bewijzen, is het woord, maar dat de feiten zijn. Ja. Wat je nu krijgt, is dat je zo'n verwrongen situatie hebt, dat je niks meer kunt benoemen. Maar omgekeerd, kun je ook niks meer benoemen. Nee. Hey, want alles is nu politiek geladen. Ja. En wat krijg je dan? Zo een soort, ja... rond de pot gedraaid tot de mid, terwijl dat net, vind ik, het toppunt van gelijkheid zal zijn dat je de dingen benoemt gelijk dat ze zijn. Voilà. Dat is jammer. En dat is een tijd dat we nu aan het verliezen zijn. Want het is inderdaad onnozel als je inderdaad iemand zegt ja, het is niet... Het is, ik weet het niet welke wijken dat is, terwijl dat dan overduidelijk in die wijken is, maar iemand anders zegt ja, de reden is dat ze niet bereikt worden. Dat is zo. Jawel, die worden wel bereikt. Die zitten daar misschien... omdat die gewoon op één wonen, omdat die hun levensomstandigheden gewoon minder goed zijn. Benoem het. Ja. Own your shit. Ja, dat is dat soort dingen, daar vind ik... Ik zit daar soms naar te kijken en ik denk, is er nou iemand in die zaal dat niet denkt, wat een zever is deze hier allemaal. Mm. Zo, dat onderschatten vind ik eigenlijk de meest irritante... dat zijn politici heel goed in, hè? Het onderschatten van mensen. Ja, het paraplu-getrek en het inderdaad minimaliseren van wat er echt aan het gebeuren is. En dat andere mensen naar de mond praten. Die zeggen gewoon eigenlijk wat ze denken dat de mensen willen horen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is politiek. Dat is onderschatten, hè. Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Weet je dat ook eens, hè? Dat is ook geen goed ondernemerschap, hè.
Als je, sorry, maar als je bepaalt. Ik heb absoluut geen pretentie om te zeggen, want god, wat heb ik heb niet eens een bedrijf. Hey, het is maar zo één man, zoals maar zijn kan. Maar ik kan toch geen. Ga mij niet vertellen dat de meest succesvolle bedrijven er gekomen zijn door constant dingen te onderschatten. Dat kan toch niet? Nee, integendeel. Nu, politiekers, het enige dat die. Oh, ik mag hier niet te hard veralgemenen. Maar waar ze goed zijn als ondernemer, is wat er op de bankrekening komt. En voor de rest zijn er zowel bij hen als bij de gewone mens, mensen die er op een correcte manier mee bezig zijn, mensen die er niet op een correcte manier mee bezig zijn. Maar als je constant mensen naar de mond gaat praten voor stemmen, dan zit je geen ondernemer. Want een ondernemer die gaat rechtdoor in wat dat hem zelf wilt, waar dat hem voor staat, en gaat op een correcte manier bepaalde zaken afwijzen, aannemen, noem maar op, maar gaat altijd zijn eigen doel benaderen, of daar toch richting zijn eigen doel gaan. En ik heb het gevoel dat de meesten in de politiek op dit moment vooral gaan naar waar ze denken dat de mensen willen gaan, en daardoor hun postje kunnen pakken. Dat zo'n beetje zeker de stand van zaken is. Ja, een goede ondernemer heeft volgens mij ook niet echt een rekening waar dat hem maar geld op kan pakken. Hey, maar bedoel, nee. Je voelt ook niet. Bedoel, als elk departement een begroting die nooit niet klopt, ja, dat in een bedrijf kan dat niet. Hè? Niet lang, nee. Of wel? niet lang, hè. Maar hier wel, dus ja. Het is ook altijd bizar. Dat vraag ik me ook altijd af. Als je zo minister van begroting bent of zo. Hey, je doet dat. Nee, natuurlijk kun je daar niet alleen om doen. Hè. Dat weet ik ook wel. Ik denk zo'n loginstelling in like België, dat moet verschrikkelijk zijn. Maar uiteindelijk is dat toch verschrikkelijk op je cv. Als je een keigrote begrotingstekorten hebt. En dan wat ga je in de privé en wat ga je dan doen? Financieel directeur worden. En ik bedoel, er zit bijna humor in. Hè. Ja, als je het zo bekijkt, inderdaad. Goed, Andries, ik ga nu nog een laatste vraag stellen. Ik zeg het, ik zou nog heel lang met je kunnen praten. Maar. De podcast moet hier behapbaar blijven. Wij doen geen 6 uur gelijk als jullie. waar wil je naartoe? Waar wil je binnen 5 jaar met je ondernemerschap zijn? Wil je gewoon blijven doen wat je graag doet en je ziet wel wat er op pad komt? Of heb je een plan? Deels een plan. Ik hoop de podcast of zo, daar zijn we nu wel mee bezig. Om die, we hebben een tijd mee advertenties gehad, maar zijn we nu echt wel weer stappen ontnemen om dat toch uiteraard gewoon als ondernemer zijnde dat je er iets uithaalt, maar ook gewoon omdat het bereik is echt soms wat te groot om er niet genoeg mee te doen. Maar we willen dat natuurlijk ook wel doen op de manier dat het leuk wordt, blijft en dat het klopt. Dat is een beetje mijn ambitie om zeker dat als basis te houden en dat, daar beter in te worden, maar ook productioneel. Ik wel wat plannen dat ik wel wat heb. Dat dan nog meer eigenlijk een soort. Ja, dat we daar de garantie voor kunnen hebben, kunnen maken dat dat plezant blijft. Oké. Dat is eigenlijk. Maar dat klinkt wollig, maar denk zeker een podcast als die van ons, als je die plezant wilt houden, moet je die ook goed ondernemen. Je moet die ook goed beheren. Ja. We moeten wel nadenken over wat onze stappen zijn. Ja. Wat heel raar is, hè? Meestal is het doel dat je geld of zo. Bij ons is eigenlijk het doel van: dit moet leuk blijven. Omdat het veel werk is, dat weet je zelf ook. Je gaat hier ook een beetje werk aan hebben. Al is maar een paar knipjes te doen en online en bla bla bla. En voor ons is dat net hetzelfde. En dat kun je alleen volhouden om daar passie in te steken als dat leuk blijft. En daar moet je toch af en toe goed over nadenken wat je dan juist doet. Ik denk dat we het heel rap bij jullie gaan merken als jullie het niet graag niet meer doen. Dat gaat echt overkomen ook op die manier. We hebben dat even gehad. Ja, even gehad. Nee, je merkt dat niet, hè? Maar niet langs. Hè? Maar dat je zo voelde dat er zo was zo'n aantal dat ik zo dacht. Er uiteindelijk is er nooit iets van, maar dat je zo een paar van die aanvragen kreeg en dat ik dacht, is dit nou effectief wat we willen doen eigenlijk? Is dit zo dat je zo voelde van, ja, nu zijn we precies maar wat. Ja, ah, dat stond echt te ver bij wie dat we waren. Yes. En dat voelde ik wel, en dat is ook een compliment natuurlijk, maar dat was zeker toen het echt hard begon te gaan. En nu gaat het gewoon sowieso hard, maar nu zijn we er beter aan gewend. Dat ineens kwamen die aanvragen binnen, want dat is natuurlijk de luxe dat wij hebben, is dat we heel vaak is het op aanvraag en er zitten keitoffe dingen bij en die pakken we dan ook meestal wel. Maar soms, ik heb ook al even terug in dat raar, dat je terug een beetje moet vechten om er af en toe eens iets in te steken, dat je zegt, dit is niet aangevraagd, dit is helemaal niet
iemand super bekend of zo, maar iemand dat ik gewoon tof vond. Ja. Hè? Dat je zegt van, bijvoorbeeld iemand like de Mohamed of zo, dat is niet aangevraagd. Hè? De Mohamed Ouamari is een goed voorbeeld. Nog wat van die jonge mensen, dat zijn meestal ook de gevestigde waarden. Die super cool zijn, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar zo af en toe dat je zegt, hey, onze identiteit, een beetje het DNA van die podcast zit ook wel een beetje dat je daar soms zit. Maar hier heb ik nog nooit van gehoord, is zien wat hij te vertellen heeft. Of vrouwen te vertellen heeft. Dat is even zo dat je dat gevaar krijgt van dat je precies zo een klassieke media-outlet wordt waar iedereen zijn tour begint te doen. Wow. En dat is altijd kei leuk, hè. Dat is kei leuk en dat hadden we niet altijd gemerkt. Maar dat zijn bijvoorbeeld van die mini-gevaren dat wij wel hebben, dat je zegt, nee, DNA van de podcast is dat onvoorspelbaar blijft. Ik denk dat het belangrijk is dat jullie dat doen, want enfin, laat ons eerlijk zijn, in het begin, waarom is dat heel snel gegroeid? Omdat je met bekende mensen aan het interviewen bent. Dat is wat dat is. Hè. Maar bijvoorbeeld die tafeltennisspeelster, hoe oud was ze, een jong meisje, dat was een heel Margot, dat was een heel interessante podcast. En dat verwacht niemand op het moment dat je erom begint, dat dat een hele goede podcast wordt. En als je die gezonde mix kunt houden, ja, dan denk ik wel dat je nog lang kunt verder doen. Gezonde mix van BV en onbekende mensen die interessant zijn, dat kunnen we volgens mij nog heel lang verder doen. Nu, ik heb vandaag op social media gezien, Andries. Zeker. We hebben daar... Zeg maar. Ja. Nee, sorry. Zeg maar. Ah, wel, ik wou je laten pluggen, omdat ik op social media zag dat je weer iets anders met je podcast gaat doen, weer iets extra next level, dat je hem live gaat doen. Vertel, er zijn nog kaarten, want ik ga deze nog online zetten voordat je kaarten allemaal uitverkocht zijn, hoop ik. ik heb net gehoord dat hem uitverkocht is. Wauw, dat is op een paar uur. Maar, ja, nu, hoe is dat gekomen? We hadden eigenlijk, en we gaan dat nog wel doen, ik kan niet zeggen waar, want we nog iets. We hadden eigenlijk een grote show gepland in juli. Is natuurlijk niet doorgegaan voor de hand liggende reden. Laten we het daar vooral even niet over hebben, daar gaan we het al genoeg over. Ja. Ja, en dat was eigenlijk zoiets, die aanvraag gekregen, dat is Working Class Heroes, dat is een heel tof comedy management bureau, waar wij niet bij zitten of zo, maar die hebben wel een aantal dingen. Xander zit erbij, Wouter de Pre, Lieve Scheire, heel veel dingen. Dus er zitten echt toffe mensen en die hebben zo een soort pop-up comedy club in Dendermonde. En die zijn aan het vullen. Een klein beetje op hun manier. De Leslie van Tommen is trouwens, als je een goede ondernemer wilt interviewen, Leslie van Tommen. Graag. Nooit tijd, dus ik weet ook niet. Ik zeg ook niet dat hij het zal doen of zo, maar dat is in ieder geval iemand waarvan je voelt waar dat ondernemerschap zeker ook in zit. Een West-Vlaming natuurlijk, die hebben we allemaal. Ja. Grapje. Die is maar, en je voelt daar ook wel van. En dat was tof. En dat was ook leuk eraan. Er zat ook geen ja, hoe moet ik dat zeggen? Het was ook iets spontaan. En dat was van, weet je wat, we doen dat gewoon. En we zien wel, want ik moet echt nog wel nadenken. Ik zie dat binnenkort met Alex, hoe dat we het gaan invullen. Okay. Maar dat is ook een beetje hoe dat we het altijd doen. Hè? Wat we eigenlijk in het begin al zeiden. Je zegt ja, omdat je weet dat het ergens goed voelt. Je springt. Ja. Dan zullen we wel zien wat het wordt. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb heel veel opgetreden in mijn leven. Dit heb ik nog nooit niet gedaan. Allee, dat is niet waar. Ik heb dat wel eens gedaan. Ja, het is sowieso iets anders of zo. Ja, leuk concept. Spannend. Ja, zeker. Dus het gaat iets helemaal anders zijn. Het gebeurt vaak, hè. Live podcasts. Dat hebben we zeker niet uitgevonden. Maar het is een andere dynamiek natuurlijk. Ik denk ook wel dat het... Het schijnt ook... Allee, ik heb het eigenlijk nog nooit echt live gedaan. Ik zeg het al een aantal keren gedaan. Ik denk ook wel van, ja, het is anders. Het is anders, omdat je natuurlijk zit met het publiek. Dus je zit toch net iets anders, omdat er mensen naar zitten kijken. Maar ik heb het vooral opgepakt een beetje als een... ik kan een heel, heel, heel foempig woord gebruiken. Dat was al een foempig woord. Foempig op zich is al... Het zal niet zeggen dat het een soort fandag is. Dat is echt dat bedoel ik ook niet. Maar het is ook een klein beetje zo... Er is altijd iets leuk. We kregen heel veel vragen van... En geen t-shirtjes, dat soort dingen. En je voelt dat ook wel. Dat is ook de kracht van die podcast geworden. We hebben daar echt fans mee. Ja. Wat ongelooflijk cool is. Fans is echt iets heel tof om te hebben. Zeker zoiets met een podcast, wat dat passioneel is. Maar ook mensen vragen ook. En wat ik soms binnenkrijg van reacties... dat is echt ongelooflijk cool.
ik ben heel nuchter, maar als je soms mensen ziet die echt zeggen van ja, ik heb het niet altijd gemakkelijk gehad, maar die dat wekelijks 2 uurtje, dan denk ik, ja, dan kan ik hier de blasé over doen. En hey, dat is bijna zo'n cliché, Oscar speech-achtig, ja, tearjerk. Ja, ja. Maar als je dat effectief keer op keer in je mailbox binnenkrijgt, ja, dan begint het wel te geloven. Ja. Ja, en dat is gewoon super cool. En ik denk dat live gegeven is ook voor een groot deel dat. Een beetje zo van, hey, we komen eens, laten we eens allemaal samenkomen, ja, en zien dat het... Dat werkt. En, knap. Ja, dus we zullen zien. Het is een experiment, maar... Okay. Nee, heel chic. Ik heb helemaal niks aan deze podcast, maar ik noteer wel dat er 2 VIP-tickets mijn richting uitgaan voor als de grote zaal er is. In coronatijden... dat is wel het goede aan coronatijden. Dat wil ik wel even zeggen. Dat was zo, als je heel lang in band zit gezeten, ja, dat is... ja, dan krijg je natuurlijk wel de vraag, ja, kijk niet op de gastenlijst. En daar is corona wel goed voor om te zeggen. Mag niet. Ja, dat mag niet. En, Anders scheren. Ja. Oké, Andries, ik ga afscheid nemen van de kijker en de luisteraar. Merci, ik kom direct bij u terug. Voilà, een iets langere, en ik zou hem nog 3-4 uur langer kunnen maken, podcast dan gewoonlijk, met de fantastische Andries Bekkers. Bedankt om te luisteren en te blijven kijken. Je kan ons terugvinden op Instagram Belgische_ondernemers. Je kan een mail sturen met tips, tricks, kritiek spuien, maar ook fan zijn op info@belgische_ondernemers.be. Vindt u onze podcast leuk? Geef dan even een recensie op iTunes, Spotify of YouTube. En voilà, jullie horen mij tenminste en zien mij de volgende keer terug.